Goedenavond. Het is een mooie volle zaal, moet ik zeggen, voor een onderwijsavond. Welkom bij de presentatie van de bijlesgeneratie van Louise Elvers. En ook welkom bij, ik hoop, een lekker pittig debat. Ik ben Anja Vink, dagelijks leven ook onderwijsjournalist. Vanavond uw modererende dame van dienst. Even één regel. Ik ga het vanavond heel strak houden, want we hebben een vol programma. En daar gaan we eventjes een goed programma van maken. Ik hou u ook strak. Ik ben degene die de microfoon in de hand heeft. We gaan niet het hele onderwijs bespreken. Aan het begin van de avond de middenschool uitvinden en aan het eind van de avond weer afvoeren. Dus ik hou u absoluut strak. Twitter, als u twittert. Hashtag bijlesgeneratie. En als u wilt twitteren over de zwijger, kunt u dat er ook bij toevoegen. Het boek is na afloop te koop, dat u dat weet. Dat is beneden te krijgen. Heb ik nog even een vraag aan de zaal. Ik ben heel benieuwd wat hier zit aan onderwijsmensen. Zitten er leraren in de zaal? Kunnen jullie je handen even opsteken? Nou, dat is heel aardig. Ja. Onderwijsbestuurders. Ouders. Ik ben heel benieuwd naar ouders, of er ook ouders zijn. Ja, dat zijn er veel. Ja, het is een mooi gemengd gezelschap. En onderwijsadviesbureaus, bijlesbureaus. Ja, achterin. Nou, we weten dus een beetje van elkaar wie we zijn. Ik wil eerst even Marjolein Vogel naar voren vragen. Zij is redacteur voor de Amsterdam University Press. Dankjewel, goedenavond en hartelijk welkom bij de boekpresentatie van de Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijsfondatie van Louise Elvers. Mijn naam is Marjolein Vogel en ik ben redacteur bij Amsterdam University Press. Ja. Dank je. Oh, ik heb natuurlijk geen microfoon. Nou, zo is het zo te horen? Nou, ik ben Marjolein Vogel van Amsterdam University Press en ik heet u van harte welkom. Zoals de ouders van, ik denk, een kleine 8000 Amsterdamse leerlingen uit groep 8, ontving ik vanochtend een mail van de service desk van de Amsterdamse Centrale Loting en Matching. Ik ken deze procedure al van vorig jaar, toen mijn oudste zoon het laatste jaar van de basisschool deed. De link in die mail moeten we goed bewaren, want daarmee kunnen we aanstaande donderdag om 3:30 zien op welke van de 14 scholen die onze zoon moest opgeven hij is geplaatst. Mijn oudste zit in de brugklas, de tweede in groep 8. Zoals u hoort zitten mijn zoons midden in de onderwijscompetitie waar Louise Elvers over schrijft. De loting en de matching is een onderdeel waar ouders weinig invloed op kunnen uitoefenen. Maar wel proberen ze dat in grote getalen op een ander aspect. Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het Nederlandse onderwijssysteem wordt gekenmerkt door een vroege scholenselectie en een steeds sterkere competitie. En dat brengt met zich mee dat ouders er van alles aan doen om er een hoger niveau uit te slepen. Toen ik zelf wachtte op het advies van een van mijn jongens, vroeg iemand in mijn omgeving me: en wat wordt het? Professor of putjeschepper? Natuurlijk was dat een grap. Maar in elke grap schuilt waarheid. En zo'n opmerking is tekenend voor de hedendaagse groep 8 ouderstress. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook als ouder bekend ben met deze stress. En stress krijg je natuurlijk vooral als je het niet weet. Als je je geen houding weet te geven. Zo'n moment had ik toen de juf van mijn oudste ons een paar jaar geleden adviseerde om toch maar eens aan bijles te denken. Ik was toen stom verbaasd. De school van mijn kind, waarvan ik dacht dat het toch best een goede school was, adviseert bijles? Is dat geen brevet van onvermogen? Mijn man was een stuk pragmatischer. Dat doen we natuurlijk gewoon. Toen ik er met andere ouders over sprak, waren de meningen zeer verdeeld. De een bleek al jarenlang buiten de school bijles te regelen voor de kinderen, omdat de basisschool steken zou laten vallen. De ander onttrok zich aan de competitie, was falikant tegen en vertrouwde op de kracht en de wil van het kind zelf. Weer een ander stelde: bijles? Natuurlijk, je gunt je kind toch het beste? Bijles, het leek ineens alomtegenwoordig. En hoe moeilijk was het voor mij om als ouder mijn houding te geven in deze nieuwe ontwikkeling.
Vooral voor mijn zoontje, om wie het allemaal draait natuurlijk. Kortom, ik had het boek van Louise heel graag al jaren eerder willen lezen. Als uitgever vind ik het natuurlijk belangrijk dat de nieuwe onderwijsontwikkelingen worden beschreven en in perspectief worden gezet. Als ouder biedt Louise Elvers boek mij de benodigde inzichten in de hedendaagse onderwijsontwikkelingen. En dat is, althans voor mij, noodzakelijk op het moment dat er keuzes moeten worden gemaakt voor mijn kinderen. Ik kan de bijlesgeneratie dan ook uit de grond van mijn hart aan iedere ouder en opvoeder aanbevelen. Maar ook aan docenten en aan onderwijsgevenden zelf. Last but not least zijn Elvers adviezen van groot belang voor beleidsmakers in en buiten de school. En ik ben er dan ook van overtuigd dat dit boek flink wat stof zal doen opwaaien. Het is vanmorgen al begonnen in de Volkskrant. Louise Elvers is bij uitstek de persoon die dit boek kon schrijven. Al jarenlang doet ze onderzoek naar de inrichting van het Nederlandse onderwijsstelsel en in het bijzonder hoe deze inrichting de schoolloopbaan van VMBO, MBO en HBO-leerlingen beïnvloedt. Louise, ik wil je graag van harte feliciteren met dit prachtige resultaat en je bedanken voor onze geweldige samenwerking. Je hebt zo ongeveer de meest lastige periode van je leven uitgekozen om dit boek te schrijven. En het is ongelooflijk dat je dat in zo'n korte tijd voor elkaar hebt gekregen. Tot in de laatste fase van de productie reageerde je ontzettend snel op onze verzoeken. En meermaals had je een proef al sneller bekeken dan dat ik zelf het verzoek daartoe had gelezen. En nu, ook nu sta je er weer. Heel hartelijk bedankt voor al je inzet. Natuurlijk heet ik ook moderator Anja Vink en alle sprekers van vanavond van harte welkom. En bedank ik hen en Pakhuis de Zwijger voor het mogelijk maken van deze avond. En ik wens u allemaal een hele inspirerende avond toe. Nee, ik heb een microfoontje. Dus dat hoeft niet. Dankjewel Marjolein voor deze mooie woorden. En dank jullie wel allemaal dat jullie hier zijn vanavond. Ik ga als eerste wat vertellen over mijn boek. En daarna gaan we met elkaar in gesprek. Ik moet nog even wachten tot de presentatie is. Ja. Zesjes, zesjes en nog eens zesjes. Van het Nederlandse onderwijs werd lang beweerd dat er een zesjescultuur heerst. En onze voormalig premier Balkenende wond zich er in 2007 bij de opening van het academisch jaar nog publiekelijk over op. Hij zei dat we maar eens afscheid moesten nemen van onze mentaliteit van middelmatigheid. Exact 10 jaar later, bij exact dezelfde gelegenheid, de opening van het academisch jaar in 2017, sprak onze voormalig minister Bussemaker van Onderwijs haar zorg uit over de toegenomen prestatiedruk. En maakte zij zich zorgen over het feit dat leerlingen en studenten op hun tenen lopen in hun jacht naar hogere cijfers. Oh, hij doet het toch niet. Oh, toch wel. Yes. Wat is er gebeurd dat het zo 180 graden gedraaid is? Wie gesprekken van schoolgaande ouders beluistert, en dat liet Marjolein net ook al mooi zien, treft eigenlijk ook nog maar weinig sporen van een zesjescultuur aan. Vinden vaak kortachtig overleg plaats over hoe je die prestaties van je kinderen omhoog kunt krijgen. Hoe toch die hogere CITO-score te bewerkstelligen, hoe toch dat HAVO-VWO-advies eruit te slepen. En de schoolloopbaan lijkt eigenlijk wel een strijd te zijn geworden, waarin ouders en leerlingen alles uit de kast halen in hun jacht op meer en beter en hoger onderwijs. En het nieuwste wapen in die strijd, dat is bijles. In de afgelopen 20 jaar stegen de uitgaven van gezinnen aan bijlessen van zo'n 26 miljoen euro naar zo'n 186 miljoen euro. Die zogeheten opwaartse druk in het onderwijs, die wordt vaak met verwondering, maar ook wel met afgrijzen bekeken. Onze voormalig minister van Onderwijs sprak in de Volkskrant over dat het haar stoorde dat iedereen altijd maar hogerop wil. En ook onze nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob, die zei onlangs in de krant dat ouders maar eens moeten stoppen om hun kinderen omhoog te duwen.
Maar ook ouders zelf voelen zich vaak wat ongemakkelijk bij die druk. Want wat is er nou eigenlijk zo mis met dat VMBO? En eens in de zoveel tijd deelt iemand publiekelijk zijn afschuw over het feit dat die toenemende voorkeur voor HAVO en VWO eigenlijk een gebrek aan waardering voor het beroepsonderwijs lijkt te betekenen. Toch stuurt ook de politicus die publiekelijk het VMBO en het MBO zo'n warm hart toedraagt als het even kan zijn eigen zoon of dochter ook liever naar het VWO. En toen ik een aantal jaar geleden voor het eerst een presentatie gaf in Den Haag over de opkomst van bijlessen, dat was toen nog een relatief nieuw fenomeen, toen bleek bij navraag dat van de aanwezige ambtenaren van het ministerie van meneer Slob iedereen zijn kinderen op bijles en examentraining had. We moeten het hebben over de vraag waarom dat zo is. En ik zal dat in de komende 10 minuten in de sneltreinvaart doen. Ik neem u mee langs een aantal hoofdlijnen in mijn boek die ik uiteraard in het boek zelf veel uitgebreider bespreek. Wanneer we het hebben over dat onderscheid tussen beroepsgericht en algemeen vormend of theoretisch onderwijs, dan wordt er vaak gezegd, we moeten het niet hebben over een verschil tussen hoog en over laag. Want het gaat over de vraag of elke leerling op de juiste plek terechtkomt. Komt hij op een plek terecht waar hij die kennis en vaardigheden kan ontwikkelen die bij zijn niveau en zijn interesses aansluiten? En dat ogenschijnlijk meritocratische uitgangspunt, waarbij iemands merites, dus iemands talent en inzet, leidend zouden moeten zijn voor het vinden van de juiste plek, kan over het algemeen dan ook op brede instemming rekenen. Maar in de praktijk blijkt dat toch te wringen en ik zal laten zien waarom. De verschillen tussen de routes die het Nederlandse onderwijs hanteert en de waarde van die diploma's waartoe die routes leiden, zitten namelijk niet alleen in een ander type kennis en vaardigheden dat wordt aangeleerd. De waarde van een diploma is deels relatief, wat betekent dat de waarde afhangt van het aanbod van andere diploma's. En dat aanbod dat is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Nederland is een geschoolde samenleving geworden. Er zijn steeds meer hoger opgeleiden. En dat aandeel hoger opgeleiden is in de afgelopen jaren in alle beroepssectoren aanzienlijk toegenomen. En door die groeiende toestroom van hoger opgeleiden krijg je diploma-inflatie en verdringing op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen hogere eisen stellen aan kandidaten, omdat het aanbod dat toelaat. En een mbo-student vertelde mij een keer van ja, ik moet voor mijn gevoel wel doorstuderen in het hbo, want ik kan al geen stageplaats vinden. De bedrijven bleken eigenlijk alleen maar hbo-stagiairs te zoeken. Dus ja, kan je nagaan hoe het is als ik straks een echte baan zoek. Wie een hbo of een universitair diploma bemachtigt, maakt niet alleen een aanzienlijk sterkere salarisontwikkeling door, gemiddeld genomen, dan mbo'ers, zoals deze grafiek laat zien. Hoger opgeleiden mogen ook daten met andere hoogopgeleiden. En ze mogen zich ook goedkoper verzekeren dan lager opgeleiden. Ze mogen trouwens ook eventueel wel wat problemen hebben, maar dan moet je er wel bij vermelden dat je gewoon hoogopgeleid bent. Want anders denken we dat het toch misschien daaraan ligt. Ik heb deze citaten niet verzonnen. Onderwijs, kortom, heeft geen... Niet enkel een neutrale, kwalificerende functie. Onderwijs speelt een bepalende rol voor de positie die iemand inneemt in de samenleving. En in die samenleving is opleidingsniveau een scherpe scheidslijn geworden. De juiste leerling op de juiste plek, zeggen we. Nou ja, in ieder geval in die hoger opgeleide samenleving ambiëren veel leerlingen een plekje aan die hoger opgeleide kant van de scheidslijn. Ik zeg ambiëren, maar in Nederland kijken we eigenlijk helemaal niet naar de ambities van leerlingen als het gaat om het bepalen van de juiste plek. Leerlingen worden in Nederland al heel erg vroeg verdeeld over een groot aantal verschillende onderwijsroutes die heel uiteenlopende perspectieven bieden als het gaat om vervolgonderwijs en werk. En de verschillen in leerkansen die middelbare scholieren daarmee wordt geboden zijn nergens ter wereld zo groot als in Nederland. En terwijl het belang van een hogere onderwijskwalificatie steeds meer lijkt toe te nemen in die toenemend geschoolde samenleving, sorteert het Nederlandse onderwijs nog altijd het grootste deel van zijn leerlingen op 12-jarige leeftijd uit naar een onderwijsroute die geen toegang biedt tot hoger onderwijs, het VMBO. En die sortering vindt plaats op basis van het relatieve prestatieniveau van leerlingen. Dus niet de vraag of jouw individuele interesses en capaciteiten aansluiten bij meer beroepsgericht of meer theoretisch onderwijs,
Maar de vraag of andere leerlingen beter of slechter scoren dan jij bepaalt welke route je volgt. En leerlingen worden daarmee in competitie met elkaar gebracht om de gewenste plek te bemachtigen. Het resultaat, het is dringen aan de poorten van HAVO en VWO. En het Nederlandse onderwijs toont zich een hele strenge poortwachter. Bij twijfel blijft de poort gesloten. En veel leerlingen en ouders zetten daarom alles op alles om een plekje te bemachtigen op een route die toegang biedt tot hoger onderwijs. En hoger opgeleide ouders slagen daar vaker in dan lager opgeleide ouders. Bij een gelijk prestatieniveau, in dit geval een score VMBO-T in groep 8, worden leerlingen toch in verschillende routes geplaatst. En daarin zien we duidelijke verschillen tussen tussen laag- en hoogopgeleide ouders. En dat verschil werkt hun hele schoolloopbaan door. Het Nederlandse onderwijs biedt dus geen gelijke leerkansen aan leerlingen met verschillende thuisachtergronden. En hier ligt volgens mij de basis voor de sociale ongelijkheid in schoolloopbanen in Nederland. Dus onder dat meritocratische laagje van de niveauplaatsing gaat een vorm van standenonderwijs schuil. En die werkelijkheid geeft het motto van de juiste leerling op de juiste plek een heel andere en wat mij betreft heel onwenselijke lading. En hoewel die negatieve gevolgen van vroege selectie en differentiatie eigenlijk al langer bekend zijn, valt op dat het Nederlandse onderwijsstelsel zich niet beweegt in de richting van minder, maar juist in de richting van meer selectie en differentiatie. Brede scholengemeenschappen stoten hun VMBO-afdelingen af. Het wordt moeilijker om op te stromen van VMBO-T naar HAVO. En brede brugperiodes worden versmald en worden verkort. En dat maakt de positie van het VMBO in ons onderwijsstelsel bijzonder onaantrekkelijk. Leerlingen en ouders vrezen door toewijzing aan het VMBO de verbinding met hogere niveaus te verliezen en zijn geneigd het VMBO om die reden te vermijden. En die neiging heeft niet zoveel te maken met een gebrek aan waardering voor vakmanschap of voor beroepsonderwijs als zodanig, maar in de onderwijscompetitie voelt een verwijzing naar het VMBO als een voortijdig game over. Hoe stugger het Nederlandse onderwijsstelsel zich als poortwachter van die verschillende routes opstelt, hoe harder leerlingen en ouders zullen gaan duwen en trekken om toch toegang te krijgen tot de gewenste route. En de opkomst van bijlessen kwam in dat licht echt geenszins als een verrassing. Bijlessen bieden mogelijkheid om voordeel te creëren in de onderwijscompetitie en ze worden niet meer alleen ingezet bij specifieke leerachterstanden of om die ene luie donder achter de broek te zitten. Ze worden ook ingezet door de toch al sterkere en hardwerkende leerlingen om hun positie in die kopgroep veilig te stellen. En een zesje is daarvoor niet meer voldoende. En nu het belang van goede schoolprestaties is toegenomen, berusten leerlingen en ouders niet meer vanzelfsprekend in het aanbod van het reguliere onderwijs. Ze willen er zeker van zijn dat ze er alles uithalen wat erin zit. En als ze er onvoldoende op vertrouwen dat dit op school gebeurt, dan kopen ze extra begeleiding in. Het wordt steeds gebruikelijker om bijlessen in te schakelen om de schoolloopbaan een zetje in de gewenste richting te geven. En in de gemiddelde klas zitten ook steeds meer leerlingen die bijles volgen. En bijles wordt daarmee steeds meer een standaard onderdeel van de schoolloopbaan voor wie het kan betalen. En het schooldiploma zegt dan niet alleen iets over het vaardigheidsniveau van het individu, maar ook over de portemonnee van zijn ouders. En dat is in strijd met dat meritocratische uitgangspunt van de juiste leerling op de juiste plek. Als talent wordt aangejaagd door duurbetaalde bijlessen en inzet door een betaalde kracht wordt bewaakt, dan zijn zulke merites in feite te koop. De opkomst van de bijlesgeneratie is een symptoom van de opkomst van de onderwijscompetitie. En die competitie is een wereldwijd gegeven waar wij niet met enkele ingrepen in het Nederlandse onderwijs zomaar verandering in kunnen aanbrengen. Maar de Nederlandse schoolloopbaan zit klem tussen de eisen die de geschoolde samenleving stelt en de beperkingen die het Nederlandse onderwijsstelsel oplegt. Waar ouders en leerlingen hun perspectieven zoveel mogelijk open willen houden, dwingt het stelsel leerlingen voortijdig in knellende routes die hun perspectieven goeddeels bepalen.
En daar kunnen we zeker wat aan doen. In mijn boek draag ik verschillende oplossingen aan die zich laten samenvatten langs 6 lijnen die ik hier nu alleen heel kort aanstip, omdat we er in het panelgesprek verder over gaan spreken. Het eerste is bredere toegankelijkheid van het funderend onderwijs. Elke leerling die de ambitie en potentie heeft om bepaald onderwijsaanbod te volgen, zou daartoe gelegenheid moeten krijgen. En dat moet niet afhankelijk zijn van het relatieve prestatieniveau van leerlingen. Daartoe is een flexibeler inrichting van het voortgezet onderwijs nodig, waarin leerlingen onderwijs op hun eigen niveau kunnen volgen zonder dat ze worden opgesloten in een route. Daarmee moet het beroepsonderwijs ook een positie krijgen waar dat het voldoende perspectief heeft en verbinding met andere routes en andere vervolgmogelijkheden. Het basisschooladvies mag de schoolloopbaan niet voortijdig op slot zetten. Ik denk echt dat de rol van het basisschooladvies moet worden beperkt. En zolang die rol nog zo groot is, laten we dan alsjeblieft zorgen dat de procedure gestandaardiseerd wordt. Mede om te voorkomen dat we willens en wetens ruimte bieden aan bepaalde ouders om voordeel te creëren in die onderwijscompetitie, zoals dat nu het geval is bij die niveauadvisering. En tot slot moeten we nadenken over manieren hoe we die investeringen in extra onderwijs buitenschool overbodig kunnen maken door meer maatwerk en individuele begeleiding in het reguliere onderwijs zelf te organiseren. Nou, in het panelgesprek zal ik enkele van deze punten nog heel kort toelichten, maar we gaan vooral daarna met elkaar in gesprek. Het spreekt voor zich dat ik er nog heel veel meer over zou kunnen en willen zeggen. En dat heb ik in het boek dan ook gedaan. Dus ik hoop van harte dat u het boek zult lezen. En dat we op basis van het boek ook na vanavond het gesprek hierover kunnen voortzetten. Voor nu dank ik jullie heel hartelijk voor je aandacht. We gaan nu de panelleden naar voren vragen. Dat zijn Paul Roosmuller. Is voorzitter van de VO-raad, de koepelorganisatie van de schoolbestuur in het voortgezet onderwijs. Als je wil komen zitten, Arnold Jonk is plaatsvervangend inspecteur-generaal en ook verantwoordelijk voor het primair onderwijs. En ik wil graag Peter Hulze naar voren roepen, directeur van Ouders en Onderwijs, de belangenorganisatie van ouders. En sinds 2014 bestaat hij. En Louise, jij mag nu weer je kleine intro doen. Ik dacht dat ik uitgesproken was, nee, maar ik mag meteen weer door. Je mag lekker aan het werk. Ik geef een klein voorproefje op basis van wat ik in het boek voorstel en ik hoop dat jullie daar op willen reageren. Leerlingen en ouders moeten kunnen ervaren dat het onderwijs ze op alle mogelijke manieren helpt om het beste uit zichzelf te halen. Door een leerling te ondersteunen in alle facetten van het leerproces, dus ook in het verwerken en het oefenen van de lesstof, kan een school meer vertrouwen van ouders vragen en verwachten en voorkomen dat zij hun heil buiten de school zoeken. Dat betekent overigens niet per definitie dat een school alle begeleiding zelf moet uitvoeren. Samenwerking met externe partners kan helpen om meer individuele begeleiding te organiseren, zolang de verantwoordelijkheid van de geboden begeleiding bij de school zelf blijft liggen, de school hierop aanspreekbaar is en er geen aanvullende kosten voor leerlingen mee gemoeid zijn. Aan ouders is de opdracht om de school dat vertrouwen dan ook te schenken. In plaats van extra onderwijs buiten de deur te zoeken, zouden ouders met de school in gesprek moeten gaan over hun wensen ten aanzien van maatwerk en begeleiding. Ouders hebben in Nederland een belangrijke stem in de school. Door te vragen, te verwachten, wellicht zelfs te eisen dat het reguliere onderwijs voorziet in die benodigde begeleiding, kunnen ouders er zelf aan bijdragen dat de noodzaak afneemt om extra onderwijs in te kopen buiten de school. Daarmee behoeden ouders hun kinderen voor de dubbel lange schooldagen waaronder leerlingen in sommige andere landen gebukt gaan. Leerlingen zitten al op school en dat zou voldoende moeten zijn. En daar kunnen we samen voor zorgen. Dankjewel. Dan denk ik dat ik gelijk maar eerst naar de voorzitter van de VO-raad ga. Met de volgende vraag. Met de volgende vraag, die moet ik nog stellen. Bijles in de scholen halen. Dat scholen het zelf gaan doen. Is dat een goed idee? Ja, sterker. Dat roepen wij al jaren. Dus heel goed idee.
Maar de scholen moeten het om niet gaan doen. Het is niet, ouders hoeven dus niet voor de bijles te betalen. Nou ja, kijk, scholen om niet. Hè. Het funderend onderwijs wordt gefinancierd door de belastingbetaler. Dat moet ook vooral zo blijven. Dus de belastingbetaler zal dat ook moeten betalen. Dus het is niet de school om niet. Maar dit is natuurlijk een politieke afweging die gemaakt moet worden. En in de politiek zal de keuze gemaakt moeten worden om de scholen zo te bekostigen dat dat en via maatwerkarrangementen kan worden geregeld. Dus flexibiliteit is inderdaad voor een deel het antwoord. Maar Louise heeft daar inderdaad iets over gezegd. En wij zouden het een enorme winst vinden als we het onderwijs zo zouden kunnen financieren en verbeteren dat niet meer nodig is waar op dit moment de grafieken toe leiden, namelijk zoveel meer miljoenen aan bijles, zoveel meer druk ook op kinderen. Dus nee, als we dat binnen de scholen zouden kunnen organiseren, zou dat echt fantastisch zijn. Dat is een nastrevenswaardig doel. Dus het geld voor de lente- en zomerscholen zou ingezet moeten worden, niet ingehuurde bedrijven. Dat zou de school zelf moeten doen. Lente- en zomerscholen zijn om leerlingen te voorkomen dat ze blijven zitten. Ja, kijk, lente- en zomerscholen is een beetje allemaal dat end-of-pipe maatregel. Hè. Dat is dus eigenlijk even voor de mensen die het niet precies weten, maar er zijn leerlingen die weten dan zo ongeveer, soms weten ze het al met kerst, dat ze het niet gaan halen. En dan kan je of in de lente of in de zomer, dan sta je op zitten blijven. Heb je 3 vijven, moet je er 1 of 2 wegwerken of 1 5 en 4. Het systeem is denk ik duidelijk. En dan ga je 2 weken down under op 1 of 2 of soms zelfs 3 vakken. En die moet je dan repareren en dan ga je alsnog over. Dat is natuurlijk op een bepaalde manier begrijpelijk dat scholen dat doen. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat het frustrerend is voor die leraar Duits die een jaar zich uit de naad werkt om die leerling dat Duits bij te werken en niet gemotiveerd is, is die leerling in de ogen van die leraar. En vervolgens wordt hij dan bijgespijkerd in 2 weken en dan gaat hij over. Dat leidt niet tot heel veel motivatie bij de mensen in het primaire proces. Dat geld komt van de overheid en wordt vaak ingevuld door externe bureaus. En in feite, het geld is er dus en je zou dus kunnen zeggen, nou, laat de scholen dit zelf gaan doen. Ja, maar op een ander tijdstip. Ja, kan ook allemaal. Hè. Dus, maar dit is natuurlijk, dit is een end-of-pipe maatregel. Als je dit fundamenteel wilt oplossen en als je toe wilt naar een systeem waarin ouders zoveel vertrouwen hebben of krijgen in de scholen, want dat is eigenlijk het pleidooi, dat er geen bijles meer nodig is, dan heb je nog iets meer nodig dan de 9 miljoen voor lente- en zomerscholen. Peter, wat denk je dat ouders nodig hebben om dat vertrouwen te krijgen? Ik vind het om te beginnen al heel mooi dat Louise Elvers in haar boek beschrijft dat wat ouders ervaren niet iets is wat je opeens als een soort virus oploopt, excuses voor het woord, maar op het moment dat je kind 8 of 9 wordt, dat je dan opeens een tijgerouder wordt, terwijl je daarvoor een heel vredelievende burger was. Die ouders reflecteren in dat opzicht wat in ons allemaal, wat in onze samenleving zit, en dat zien we weerspiegeld in de ouders van kinderen. Ik gebruik vaak de vergelijking, als je naar het ziekenhuis gaat, wil je tegenwoordig ook allemaal dat er een gesprek met je wordt gevoerd en dat die dokter niet alleen zegt, ik ga uw zus snijden en op die manier behandelen en vertrouwt u er maar op, dan komt het goed. Net zoals we dat in een ziekenhuis niet meer willen, zo willen we dat ook niet op de school waar onze kinderen op zitten. En in dat opzicht zal vertrouwen betekenen dat het ook gewonnen moet worden, dat dat moet groeien. Dat ouders het belangrijk vinden om te ervaren dat er met hen gesproken wordt, en met hun kind erbij trouwens, laten we die eerst en vooral niet vergeten, dat er weer een gesprek rond onderwijs op gang komt, waarin gezocht wordt naar wat bij een kind past en wat een kind mogelijk heeft. En helemaal aansluitend op wat Paul Rozemuller zegt, dat we dat proberen binnen dat ene gebouw te organiseren en niet in een soort extra plek waar het dan allemaal particulier betaald wordt en waar het ene kind wel naartoe kan en het andere kind niet. En als het kind dat achterloopt met Duits vervolgens bijles krijgt van de Duitse leraar, waar de ouders wat twijfels bij hebben? Ik denk om te beginnen dat we het dan helemaal vooral geen bijles meer moeten noemen, maar onderwijs wat in tempo, wat in niveau aansluit op wat een bepaald kind behoeft, wat werkt voor zijn of haar ontwikkeling. Dus als ik naar mijn eigen dochters kijk, de een heeft wat meer tijd voor de exacte vakken nodig en de andere misschien voor de talen. Nou, waarom kan dat niet op de doorsneeschool? Ja. Arnold, de inspectie. Hoe zou de inspectie hiermee omgaan? Kijkt de inspectie überhaupt naar of een school
externe bureaus inhuurt voor bijles. Gaat ze dat gesprek aan met de school? Nou, in het basisonderwijs noem je dat verlengde instructie. Hè? Dus gewoon nog een keer extra een beetje uitleggen. Dus dat is helemaal niet zo gek om dat tot deel van het onderwijs te maken. Het is nu niet zo dat wij zeg maar, daarnaar kijken. En een beetje de vraag stellen van, goh, huur je wel voldoende externe bureaus in of zo? Of als we ergens waarnemen dat dat gebeurt, weet je, die school alsnog zwak verklaren, want zo kan ik het ook. Mm-hmm. Dat is, het gekke is dat dat voor een heel groot deel zich natuurlijk buiten het publieke beeld afspeelt. Dat weet je vaak ook helemaal niet. Nee, maar in het voortgezet onderwijs ligt die link er wel duidelijker. Er zijn scholen die bijlesbureaus binnen de muren van de school hebben. Ja, die variatie is ontzettend groot. Ja. Dat is in het basisonderwijs niet anders. De verschillen hierin zijn heel erg groot. Dus ik heb ook helemaal niet zo'n behoefte om dat plat te slaan. Wat ik veel belangrijker vind is nadenken over waarom doen ouders dat nou eigenlijk en waarom doen scholen dat en wat zouden ze nodig hebben zeg maar, om dat op een andere manier te organiseren. Omdat heel veel mensen zich er ook heel ongemakkelijk bij voelen. Dat blijkt uit de reacties op zo'n boek en het feit dat je het überhaupt dat het geschreven wordt. Dus dan willen mensen er iets mee. En wat hebben scholen dan nodig? Denk jij? Nou, ik ken behoorlijk wat scholen die daar graag meer tijd en ruimte voor zouden willen hebben om zeg maar, de extra instructies te kunnen geven waarvan ze zien dat dat zou helpen. En als ze dat niet doen, gaan sommige ouders dat gewoon zelf regelen, omdat het helpt. Zeg maar. En die ruimte hebben ze nu niet? Nou ja, dat ervaren ze onvoldoende. Het is ook zo dat, en dat is volgens mij al eerder gezegd, dus ouders verwachten steeds meer van het onderwijs. Hè. Dus die verwachtingen die mensen van het onderwijs hebben, stijgen veel sneller dan zeg maar, de ruimte die scholen hebben. Zeg maar, om daaraan tegemoet te komen. Mm-hmm. Dus daar het belang van onderwijs in de samenleving neemt ook toe. Dus dan krijg je dat ook. Dus daar komt spanning op. En scholen vinden dat ook soms ingewikkeld. Of ze weten niet altijd hoe je daarom mee moet gaan. Vind ik ook helemaal niet gek. Mm-hmm. Dus het is heel logisch dat je nu een discussie hebt over de vraag, zouden scholen daar meer ruimte voor moeten hebben? Dat vind ik een logische discussie. En je ziet soms ook rare dingen. Ik vind zelf wel eens gek dat bijvoorbeeld basisscholen heel vaak gewoon foldertjes meegeven aan ouders van Skoola of allerlei zeg maar halve bijlesinstituten. Want dan krijg je als ouder toch het gevoel dat je dat eigenlijk zou moeten doen. He, dus en ik denk dat veel scholen zich ook onbewust zijn van hoeveel signalen je daarmee eigenlijk uitzendt. En wat je eigenlijk zeg maar, als verwachting laat zien. En als jij dat bemerkt, ga je dat gesprek aan? Ik heb het al eerder gevraagd, maar was die Skoola. Ja, maar dat is, zeg maar, het gesprek aan is iets anders. Ik vraag dan wel van, goh, waarom doe je dat eigenlijk? Dat is iets heel anders dan dat we aan het eind van de dag dat van een negatief oordeel in je rapport voorzien. Dat is een heel ander soort. Ik dacht dat je daar een beetje nee, op hinte. Nee, dat bedoelde ik niet. En die suggestie wou ik onmiddellijk uit het debat halen. Mm-hmm. Dat doen wij niet. Maar ik ben wel benieuwd, zeg maar, als mensen dat doen. Of ze daar echt over nadenken. Wat je daar voor signalen mee uitzendt. Wat je ouders dan laat merken. Ja. En ik zie in heel veel omgevingen, als je met ouders praat, daar ook. Dat mensen daar ook heel bang zijn om het niet alles gedaan te hebben, zeg maar. Dus ik heb ook wel eens de indruk dat die bijlessen of extra oefenen soms ook gedaan worden om zelf nooit later te hoeven denken, had ik er maar meer aan gedaan. Dat is een soort van verzekeringspolis voor je eigen gemoedsrust. Ja. Dus ik heb het verhaal wel eens verteld, maar ik was een paar jaar geleden, ging bij iemand eten en die zei tegen me toen ik bij de deur binnenkwam van, je moet niet tegen onze jongsten vertellen dat de voetbalcompetitie alweer is begonnen. Want dan wil hij naar de samenvattingen kijken. En maandagochtend is het toets, is het CITO. Groep 5. Dus dan heb ik natuurlijk tegen de jongen wel verteld dat de voetbal weer begonnen was. Want ik vind dat ook zo overspannen, zeg maar. Maar dat is wel wat we. Wel gezellig gegeten die avond. Ja. Vrienden nog. Ze begreep toen ook wel, zeg maar. Ze begreep toen ook wel dat het eigenlijk heel raar was. Maar en dat, nou ja, dat kom je echt veel te vaak tegen. Dat zit je met elkaar wel te organiseren. Ja. Door bijvoorbeeld de toetscores in groep 6, 7 en 8 met elkaar heel belangrijk te maken voor het eindadvies. En oei, oei, oei. Weet je wel, dus dat is eigenlijk curieus. Ja. Paul, herken jij dit debat in jullie VO-scholen? Is dit een gesprek? Wat doen wij hiermee? Hoe gaan wij dit? Ja, zeker. En dan is natuurlijk de vraag vervolgens van, hoe verloopt dan dat debat? Op een manier. Kijk, als Arnold zegt over het basisonderwijs, denk ik dat hij vooral spreekt, dan herken ik dat wel voor het voortgezet onderwijs. Er zijn veel
scholen die eigenlijk op een bepaalde manier het onderwijs zo zouden willen organiseren dat de vraag van ouders, enkele keer leerlingen, maar vooral ouders, om iets additioneels buiten de school vooral te organiseren, dat niet meer nodig is. En sommigen organiseren het onderwijs ook zo dat dat steeds meer en beter lukt. En dan gaat het toch om de vraag of je dat onderwijs aan kinderen kunt bieden wat zij op dat moment in die fase nodig hebben. En dan sluit ik ook wel aan bij Peter. Dan gaat het ook om vertrouwen tussen ouders en scholen en de goede communicatie. En de een slaagt daar beter in dan de ander. Er zijn scholen die gebruiken dan ook weer organisaties uit de private sector om dat binnen de school voor elkaar te krijgen. Dat vinden zij een oplossing voor dat probleem. Dus liever in de school dan daarbuiten. Dat zijn afwegingen die scholen maken. En dat is voor een deel het gesprek wat daar dan tussen scholen plaatsvindt. En zie je dan verschil tussen de HAVO-VWO-scholen en de VMBO-scholen hierin? Het is moeilijk om daar in generaliserende zin over te spreken. Ik moet zeggen dat ik was getroffen door datgene wat ik in voorbereidende zin las over het boek van Louise en uiteraard ook haar presentatie. Er was één element, ik weet niet of ik dat nu mag zeggen, waar ik over nadacht. Dat ging over de vraag, en dat komt nu bij me op, nu naar aanleiding van deze vraag over VMBO versus HAVO-VWO. Je zei op een gegeven moment, dacht ik, Louise, een VMBO-advies is dan voor ouders game over. En toen dacht ik wel over voor welke ouders is dat nou zo? Want ik ken heel veel ouders buiten Amsterdam en ook buiten Rotterdam en buiten Utrecht, voor wie dat toch iets minder is en die iets minder bezwaard omgaan met een advies VMBO. Dus we moeten, denk ik, uitkijken. Ik herken zeker dat dat voor hoogopgeleide ouders zo is. Maar hier moeten we misschien iets preciezer zijn dan jij was of dan dat ik het interpreteerde. Want ik durf de wetenschapper natuurlijk niet zomaar tegen te spreken. Maar misschien toch deze subtiele kanttekening. Want ik denk dat het voor niet iedereen zo is dat een VMBO-advies game over betekent. Herken jij dit, Peter? Ik dacht al, zal ik de kans grijpen om daarop te reageren? Ik denk dat Paul Rozemuller gelijk heeft. Maar tegelijkertijd bevestigt dat eigenlijk de tweedeling die Louise bedoelt. Zeker. Ik denk inderdaad dat er een hele groep ouders is die daar of letterlijk geen weet van heeft of geen beeld van heeft. En die bijvoorbeeld ook pas aan het einde van 4 VMBO, heel in de lijn met het boek, erachter komt dat de weg naar de HAVO nu wel heel ingewikkeld is als blijkt dat het kind daarvoor op dat moment de talenten heeft. Dus zich daar niet druk over maakt, zich ook niet druk maakt over bijles in die 4 jaar VMBO. En daarmee het beeld bevestigt van bijna 2 kampen in Nederland. Met die grafiek net met de kinderen van hoogopgeleide ouders die zelf ook op een hoger niveau terechtkomen. Of het zo zwart-wit als 2 is, weet ik niet. Van Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau mag je dat niet zeggen. Maar er zit in ieder geval ergens een kloof tussen 2 kampen in Nederland. Arnold, ik zag jou. Ja, ik denk dat het klopt dat zeg maar lang niet alle ouders zeg maar er zo gespannen in zit. Maar dat heeft wel als effect zeg maar eerder zeg maar oplopende kansongelijkheid of verschillende routes dan een demping daarvan. Dus dat moet je goed realiseren. En als je groepen ouders zo ziet reageren, moet je als onderwijsstelsel denk ik dan nadenken van hey, wat heeft het voor effecten? En hoe moeten wij daar als onderwijs op reageren? Want wat ik heel prettig vind, ook weet je tot nu toe in het boek en in interviews, je komt er echt niet met een soort van moreel appel op ouders van doe eens zo, doe dat eens even niet. Dat is echt onzin. Hè? Dat gaan ze ook gewoon niet doen. Dus het is een stelseldiscussie. Het is echt een stelseldiscussie. Dan moet je daar op stelselniveau weet je, ook op reageren. En wat mijn ervaring ook is dat veel ouders of weet je, ook mensen om het onderwijs eigenlijk onderschatten de mate waarin het onderwijs als structuur ook is veranderd de laatste 15 jaar. Mensen baseren toch heel vaak hun ideeën over onderwijs op hun eigen onderwijsloopbaan. Ja, en denken bijvoorbeeld dat stapelen veel gebruikelijker is mm-hmm. dan het nu nog is. He, dus sommige mensen onderschatten ook zeg maar hoe het eigenlijk veranderd is. En waar de hoorders terecht zijn. Dat is waar. Maar nou, hoe kan het zijn dat dat zo waar is? Nee, maar bedoel, ouders willen wel het onderwijs
voor hun kinderen wat ze zelf gehad hebben, maar ze willen toch niet dat hun kinderen geopereerd werden zoals zij zelf als jong kind geopereerd worden. Want die medische zorg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En je wilt ook niet dat andere sectoren, al dan niet in de publieke sector, met jou omgaan zoals 40 jaar geleden, zeg maar. Dus ik kan daar het antwoord niet op vinden, zeg ik heel eerlijk. Behalve dat wij gewoon moeten zeggen misschien dat over een langere periode ons onderwijs iets is om je niet voor te schamen. En dat professionals in het primaire proces in overgrote meerderheid dat met veel hartstocht en passie dagelijks doen. Maar ik zou nog wel eens de goede verklaring willen hebben waarom nou precies hier de nostalgie lijkt te zegevieren. Het is een wisselwerking, denk ik. Het is een wisselwerking tussen aan de ene kant scholen die dat beeld nog van hartelust uitstralen. Ik woon in Leiden, daar staat zo'n klassiek gymnasium met bruine bakstenen. Wat er echt nog precies hetzelfde uitzag als de middelbare school waar ik zelf 35 jaar geleden op zat. Het enige verschil is dat er in plaats van die piepende krijtborden nu digiborden hangen. Dus het is een beeld wat uit wordt gestraald, wat ook weer niet gepaard gaat met heel veel duidelijkheid over wat er binnen de school gebeurt. We hadden straks hier vooraan de zaal, voordat het programma begon, een klein gesprekje over het beeld van de excellente scholen, waar Paul Rozemuller laatst iets over heeft gezegd. En wat voor mijn gevoel voor een deel in het teken staat van onderwijs, laat nou alsjeblieft juist eens zien wat er binnen je school gebeurt. Dan komt ook zo'n keurmerk in een heel ander licht te staan. Dus ik denk dat willen we ouders vertrouwen geven. En vragen van hen dat ze vertrouwen gunnen, dan is daar een veel meer open cultuur vanuit het onderwijs voor nodig om ouders te laten zien wat er gebeurt. En dat het ook inderdaad iets anders is dan in de tijd dat ze daar zelf 30 jaar daarvoor op zaten. Louise wilde hier even op reageren. Nou, ik wilde nog even op reageren op het punt dat net werd gemaakt. Ik geef les bij onderwijskunde. Ik waarschuw mijn eerstejaarsstudenten altijd dat er niet alleen 16 miljoen bondscoaches zijn, maar ook 16 miljoen onderwijsexperts in Nederland. Dat is ook leuk, dat geeft een goede discussie. Maar om een of andere reden, als het over onderwijs gaat, verandert iedereen altijd direct zodra hij van school is. En dat oude mannetje op het bankje in het park dat zegt dat vroeger alles altijd beter was. En daar hebben we een heel leuke slogan voor. Schools aren't as good as they used to be, they never were. En daarmee moet de kous af zijn. Daar hoeven we niet over te praten. Het is niet meer zoals het vroeger was. Dank je. Ik wil vragen voor nog vragen of liever vragen uit de zaal, niet opmerkingen. Wauw, het is voor een daar. Ik ga even lopen. Ik wou bijna zeggen, dat kan haast niet mogelijk zijn bij een onderwijsdebat dat niemand zijn hand opsteekt. Ik hou hem vast. Ja, oh ja, goed. Vraag aan Arnold Jonk. Wat hij verwacht van de geplande doorstroomrecht VMBO-T naar HAVO? Nou, Arnold. Nou ja, kijk, als het... ik ben eigenlijk wel positief over dat soort ontwikkelingen, omdat het zeg maar het onderwijs wat minder op slot zet, zoals Lisa al zeg maar, in haar introductie zei. Je moet je wel realiseren dat zeg maar met name VO-scholen, heel veel VO-scholen moeten dan wel echt zeg maar. Dat betekent nogal wat voor VO-scholen. Ze doen dat ook weer helemaal. Hè, ze zijn dat niet voor niets gaan doen. Hè, dus ze hebben dan wel veel meer ruimte nodig en veel meer tijd om zeg maar, wat je leerlingen goed te ondersteunen. Het vraagt ook veel van de aansluiting tussen VMBO en HAVO, hè, wat nu echt niet optimaal is. Dus als je alleen maar, zeg maar zo'n wettelijke mogelijkheid creëert en je doet verder niks, zeg maar, dan help je echt helemaal niemand. Mm-hmm. Hè, dus dan daar hoort een hoop bij. Maar als het een onderdeel is van een beweging om dat onderwijsstelsel minder vast te zetten, is het heel erg positief. Ja, ik heb een prangende vraag. Zou het nou niet ontzettend helpen als we stopten met die kinderen op 12-jarige leeftijd te verdelen? En dat we ze net als in Finland tot hun 15e bij elkaar laten. Dat ze zowel praktisch als theoretisch onderwijs krijgen. Dat ze kunnen uitgroeien, dat ze kunnen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen. Dat ze niet leren van ik ben minder dan een ander of ik ben meer dan een ander. Dat lijkt mij heel veel uitmaken. Nou, wie wil die vraag beantwoorden? Kijk dan weer, Peter? Aan de ene kant ga ik graag met u mee in het idee dat er veel meer ruimte nodig is binnen het onderwijs. En dat kinderen daarin, in lijn met wat Louise Elvers ook schrijft, bijvoorbeeld een praktisch vak ook op een serieuze manier leren verkennen. Zodat dat niet als handvaardigheid er bij wijze van spreken bij hangt. Maar een van de vakken is die je kunt ontdekken en waarin je kunt letterlijk ontdekken wat bij je past.
En tegelijkertijd moeten we het onderwijs ook niet op een nieuwe manier op slot gaan zetten. Een van de mooie kanten van het Nederlandse onderwijs is dat je kunt kiezen. Kunt kiezen uit scholen die bij je passen. En ik denk dat het zoeken is naar een nieuwe manier om die diversiteit invulling te geven. Zodat het ene kind heus nog steeds op een categorale school terecht kan komen. Als die er ook zelf echt van overtuigd is dat hij daar past. En andere kinderen een veel meer open en brede keuze kunnen maken. En dat we dat ook ja, voor een deel gewoon laten gebeuren. De meeste kinderen is het geen keuze, maar een gedwongen keuze. Het is geen keuze. Maar dat gaat dan over het advies wat eraan vooraf gaat. Ja, precies. Ja. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Ja, daar zouden we gewoon mee moeten stoppen dus. Ja. Okay. Laten we daar inderdaad veel breder mee omgaan dan nu gebeurt. Ik zie Arnold helemaal recht overeind gaan zitten. Oh, ik zit altijd netjes recht overeind. Nee, waar ik aan moest denken is in mijn werk, zeg maar, een van de leuke dingen aan mijn werk is dat ik vrij vaak buitenlandse delegaties komen dan over de vloer. Dan moeten wij ze vertellen over hoe het Nederlands onderwijs in elkaar zit. En dan laat ik al, dan moeten wij ook zeg maar die vroege selectie in Nederland laten zien. Dat wij de opvatting hebben dat je op 12-jarige leeftijd in 7 verschillende vakjes terecht kan komen. En wat me altijd opvalt is dat mensen in het buitenland, zeg maar, die vinden dat echt. Die begrijpen daar echt helemaal niets van. Dus dat leert me altijd dat je onderwijsstelsel heel vaak een product is van je geschiedenis. Ook niet zomaar is te veranderen. Maar dat je vooral niet moet denken dat het heel erg logisch is. Als je de enige bent in de wereld die dat zo doet. Dat is heel merkwaardig. Dus dat kan ook echt anders. Tegelijkertijd zijn de overgangen die je dan moet organiseren. Als je dat echt wil veranderen. Weet je, Paul Reusman heeft er ook veel voorstellen voor gedaan om daarover na te denken. Dat is wel echt heel lastig. En een van de redenen dat het zo lastig is, is dat er ook groepen mensen zijn voor wie het huidige stelsel wat we hebben buitengewoon profijtelijk is. En die zitten vaak ook in de Tweede Kamer. Dus dat maakt het wel echt een taai stelsel. Maar het is wel heel bijzonder. Nou ja, dat is natuurlijk wel. Kijk, het is wel grappig dat daar waar wij uniek zijn. Want dit is, er zijn ja met de Duitsers, die doen die vroege selectie ook. Maar wij zijn toch een beetje een buitenbeentje in Europa. Dat het feit dat Europa of de rest van de wereld het anders georganiseerd heeft, op dit terrein nou niet een doorslaggevend argument is om er toch nog eens kritisch naar te kijken, zeg maar. Dus wat mij betreft spreek je wel een beetje uit mijn hart. Dan moet je natuurlijk, als je die kant op wil, dus er staan nu ook mooie zinnen in het regeerakkoord over meer brede brugklassen. Nou, ik heb na een half jaar, en dit kabinet zit nog 3 jaar maximaal, heb ik nog geen voornemens gezien om daar iets van invulling aan te geven. En dat dreigt dus een beetje een dode letter te worden, want we weten dat de uitkomst van de marktvraag tussen ouders en scholen anders is. Hè? Die gaat in de richting van de categorisering. En dan is natuurlijk toch de vraag, en dat is denk ik een hele fundamentele, dat is de vraag, wat prevaleert nou in het funderend door de belastingbetaler, door de gemeenschap gefinancierd primair en secundair onderwijs, dus het funderend onderwijs. Is dat nu iets wat wij als samenleving denken dat goed is, namelijk kinderen wat langer bij elkaar houden en dus later streamen, zeg maar? Of het individuele keuze van kind of ouder? En mijn persoonlijke stelling is dat uiteindelijk het individuele belang toch in een systeem wat door de belastingbetaler is gefinancierd, dat ondergeschikt is aan een maatschappelijk belang. Maar daar kan je nog lang over discussiëren. Dat doen wij ook wel in de vereniging. Maar dat is wel wat ik er persoonlijk van vind. Dat wil nog niet zeggen dat dat in een transitie het eind is van categorale scholen. Helemaal niet. Maar ik zou bijvoorbeeld wel vinden dat veel meer leerlingen dan nu bijvoorbeeld een dubbel advies zouden moeten krijgen aan het eind van groep 8. Dat is nu maar een klein percentage, ongeveer 30% krijgt dat dubbele advies. Nou, ik zou zeggen, misschien kan je voor 30% een enkel advies geven. En voor misschien 2/3 van de leerlingen is op 12-jarige leeftijd. Weet je dan al of dat nou echt VMBO-T is, of dat misschien HAVO-VWO is, of basiskader, of ik waag dat te betwijfelen, maar nou ja, fijn. Dus dat brengt mij in die richting, maar de transitie er naartoe is een ingewikkelde. En we moeten denk ik wel een keer stappen zetten. Maar waarom wachten de scholen op de minister Paul als het gaat over het beginnen van brede brugklassen of langere brugklassen? Nou ja, omdat wij een systeem hebben wat gebaseerd is op groei en concurrentie. En we hebben geen groei meer en we kunnen zo langzamerhand de concurrentie, behalve in Amsterdam, missen als kiespijn.
Dus, nou, in Amsterdam ook, hoor. Nou ja, Amsterdam ook. Nee, maar daar is concurrentie. Hè. Dus dat, bedoel, het aantal leerlingen geeft in Amsterdam, een beetje in Utrecht en hier en daar nog op een verdwaalde plek, geeft dat aanleiding tot concurrentie. Maar over de hele linie is het zo dat tussen nu en 2030 het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met 12% daalt. De inkomsten dalen met 12%. Dat betekent een enorme druk om uiteindelijk met elkaar een dekkend aanbod ook in keuzevakken voor leerlingen mogelijk te maken. En de prikkels staan nu in de verkeerde richting. Het is hoe meer leerlingen, hoe meer geld, hoe meer succes, hoe meer leerlingen, heb ik gezegd op ons congres vorige week. En op een gegeven moment zijn de leerlingen op. Zo simpel is het. Ik ga nu over naar een mooi bruggetje. Namelijk, en de heren, dit was het all-mail panel, het enige all-mail panel van vanavond. Voor de rest komen er ook dames. Ik wou graag, u mag... Dank. Nee, mag weer weg. Ja. Ik wou graag Sandra Newalsing naar voren roepen. Ze zit in de directie van de scholengroep FOVA. Zeg ik dat goed? Ik zeg de hele tijd, ja, FOVA. V-O-V-A. En dat betekent? Klinkt netjes. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. En sinds 2 jaar zijn er bij jou op school zogenaamde FOX-klassen. Ja. En die voldoen een beetje aan dat idee van alle niveaus bij elkaar. Ik kom even naast jou zitten daar. Het is wat makkelijker. En wij hebben een gesprekje van 5 minuten over jouw FOX-klassen. Leg eens uit, wat is het? FOX-klassen staat... Het FOX is stem, is met een V, is niet een F. En heel makkelijk uitgelegd, het is VO gemixt. Het houdt rekening mee dat we kinderen opleiden in een huidige samenleving en voor de toekomst. En dat betekent geen aparte vakken. De samenleving wordt in de school gehaald en de school die gaat de samenleving. Dus eigenlijk geen schoolmuren, eigenlijk ook geen schoollokalen. En kinderen zijn samen, van VMBO-basis tot en met VWO, werken ze samen in leerprojecten. En dat gaat over de echte wereld. Echt voorbereiden op de toekomst, waarbij niet losse vakken, want dat is de wereld niet, alles geïntegreerd wordt aangeboden in projecten. En kinderen zijn daarbij regisseur in wat ze willen leren. En hoe ze het willen leren. En dat is ongeacht het onderwijsniveau. Dus een leerling van een VMBO-basis, als hij heel erg geïnteresseerd is. Nou, dat is nog niet voorgekomen, maar stel nou voor, die denkt, nou, ik vind Grieks hartstikke leuk. En het past in een project, dan zou dat moeten kunnen. Want nu zeggen we, de knippen doen we niet alleen in onderwijsniveaus. We bieden ook het onderwijsaanbod, maken we helemaal ontoegankelijk voor die leerlingen. Dus als jij, nou nu is praktisch en theoretisch, dat zegt Louise ook. Dat hebben we ook gescheiden met VMBO basiskader. Is praktisch en theoretisch is AVO, is belachelijk. Zo werkt het niet in de toekomst. Het voordeel hiervan is dat kinderen echt oprecht geïnteresseerd in elkaar worden. Vertrouwd worden in elkaar. En ook elkaar gaan respecteren en zien dat je verschillende rollen kan innemen. En bijvoorbeeld plannen en organiseren, dat is niet gebonden aan het niveau. VMBO-basis of VWO. Wij zien gewoon in FOX-projecten dat een basisleerling de projecten leidt. Want die kan goed plannen en organiseren. En de jongetjes van het VWO die vinden dat wel lekker dat zo'n meisje dat doet. Maar de grote vraag bij dit soort projecten is altijd, hoe trekken dit soort scholen VWO-leerlingen? Ja. Nou, ik wil eerst zeggen, want dat heb ik één zinnetje heb ik vergeten te zeggen. En het is belangrijk dat we niet hebben gezegd vrijheid, blijheid. Want dat denkt men van projectonderwijs. We zitten in een stelsel. We hebben daar ons nog aan te houden. Daar kunnen we van alles van vinden. En binnen die stelsel kan je heel veel doen. En dat wil ik even naar wat Paul zei en de inspectie ook. Er zit allerlei ruimte, maar op een of andere manier durft niemand die te nemen. Terwijl die zo makkelijk te organiseren is. Als je zegt, minimaal doe ik wat ieder kind in Nederland moet leren in onderbouw en ook voor het examen. En daarnaast leren ze zoveel meer. Maar dat kunnen we niet naar boven halen, kunnen niet meten. En dat is nu dit stelsel. Dus oproep aan Paul en de Tweede Kamer en alles. Ga daarin investeren om al dat andere waar alle kinderen ook in uit moeten blinken na hun schooltijd, om dat te gaan meten en om dat zichtbaar te maken. Nou, VWO-leerlingen. Jullie kennen vast en zeker de VWO-leerlingen die
hebben gewoon alles al in huis. Die gaan een VWO-school in. Eerste jaar doen ze hun best, tweede jaar ook. En dan gaan ze het uitzitten. En het is heel erg jammer om die kinderen actief te houden. Het kan zo'n boost geven aan die kinderen als ze een keer een kettingzaag in hun handen hebben. Als ze iets leren over materialen waardoor het ontwerp wat ze gaan maken later nog veel beter wordt. We hebben voordat we met Fox begonnen, hebben we een prototype gedaan. Dat is een prototype, noem ik maar een proeffoxje. En daar hebben we VMBO basiskinderen met VWO-leerlingen hebben we een DJ-boot laten maken. En het mooie is dat VWO-leerlingen gaan praten over het ontwerp. VWO basis kaderleerlingen die bieden hun inzichten of bepaalde inzicht in materialen. En daardoor wordt het ontwerp alleen maar beter. Nou, wat kunnen de kinderen van VMBO of van het VWO hieraan hebben? Is nog betere VWO'ers worden. Later heel goed in teams kunnen werken. Want teams bestaan meestal uit verschillende opleidingsniveaus. Ook snappen de communicatie. Want dat zie je ook met docenten van verschillende onderwijsniveaus. Heb ik zelf gezien. Dat die elkaar niet begrijpen. Terwijl ze allemaal een hbo-opleiding hebben gedaan. Maar als je jarenlang op een VWO hebt gewerkt. En je wordt opeens voor een VMBO-klas gezet. Dan hoor je help. Of omgekeerd. Terwijl je dezelfde opleidingen hebt gehad. Dus ik zag de meerwaarde voor docenten en de meerwaarde voor de VWO-leerlingen. Wat ik merk is dat je de spanning krijgt van ouders en vooroordelen. Maar wat ik merk is dat kinderen zijn vaak hebben ze een teleurstelling op basisonderwijs gehad. Omdat ze vaak dachten, ja, wat doe ik hier? Ik moet het uitzitten. Werden niet geactiveerd. Ouders hebben soms zelf een teleurgestelde ervaring. En in Amsterdam, dat is wel het leuke van Amsterdam, zijn heel veel ouders ook bezig met het zoeken nadat het anders zou moeten kunnen. Dus die hebben ook wel een visie op onderwijs. En ik wil niet zeggen met Fox per klasse het hele onderwijsprobleem is opgelost. Het is juist heel goed dat we verschillende soorten scholen hebben en concepten. Maar je vertelde me ook in het voorgesprek dat jij met het zijn Fox-klassen, het is geen school. Ja, dat hebben we gedaan, omdat het moet nog bewijzen dat het een school wordt. Maar je had ook geen school kunnen beginnen. Daar was geen ruimte voor. Nee, nou dat is in Amsterdam is dat ingewikkeld. een paar jaar geleden kon dat veel makkelijker. Maar, en de concurrentie is groot, dus er wordt heel erg op elkaar gelet. En we hebben besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt. Waarbij je niet zo snel een school kan stichten. We hebben wel een hele leuke wethouder gehad. Die heeft een wedstrijd uitgeroepen. En ja, dat waren vooral initiatieven die in de stad leefden om die werkelijkheid te laten worden. En was Volksklas daar één van? Ik heb brutaal meegedaan met de pitch. Maar er is veel gestemd, maar ik ben niet één van de 3 of 4 scholen die dat konden worden. En toen dacht ik, nou, ik heb pro tot en met VWO-scholen hebben wij in het voortgezet onderwijs van Amsterdam. Laten wij samen kijken wat we kunnen doen. En dat is met heel veel zaken. Je moet het gewoon durven te doen. Er is heel veel risico's hierbij, want jij noemt er iets. Maar je begint eigenlijk in een stelsel die hier niet op gebouwd is. Dus ik heb wel ontzettend goede mensen. Die zitten hier ook in de zaal. Die hebben aangetrokken. En dat was eigenlijk één ding. De ouders moeten wel duidelijk hebben dat de kinderen hier echt iets leren. En dat is iets leren en uiteindelijk dat die kinderen een eindexamen krijgen. En dat moeten we heel goed inzichtelijk maken aan ouders, aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het is belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen is iets heel belangrijks. Maar hoe ga je dat meten? Nou, wat we nu doen is dat we veel doen met reflectie. Dus dat kinderen ik heb zelf mee mogen maken. Dat kinderen aan het eind van een jaar aan hun ouders zelf gingen terugvertellen. En aan de andere leerlingen wat ze hebben geleerd. Niet alleen in cognitie, maar ook in hun eigen ontwikkeling. Waar ze tegenaan zijn gekomen. Wat ze meer zouden willen doen. Hoe het was met het team om samen te werken. Wat ze anders zouden kunnen doen. En hele persoonlijke ontwikkeling. En daarvoor is onderwijs. Is naast dat je sociaal met elkaar wat samen gaat doen, maar ook je persoonlijke ontwikkeling.
Ik zou je graag willen verder over willen spreken met het volgende panel. Ja, en, moet ik weg? Nee, jij mag blijven zitten. Okay. Jij mag blijven zitten. Okay. En dan moet ik even terug naar mijn papiertje, want daar staan alle namen op. Ik wil graag ook naar voren wederom weer Paul Roosmuller. Die mag er weer bij komen zitten. Ja, het is een beetje geschuiven af en toe, hoor. En ik wil graag Marussia van Gerven. Zij is secretaris van het LAKS, Landelijk Actiecomité Scholieren. Kom zitten. Paul, je mag achter je glas. Sorry. Je glas. Nog een keer? Ja, doe maar. Doe maar even tussendoor. Louise heeft nog een kleine intro bij dit onderwerp. De rol van het basisschooladvies moet drastisch worden ingeperkt. Het advies zou niet minder, maar zeker ook niet meer moeten zijn dan een tussentijds evaluatiemoment dat de leerling ondersteunt bij het plannen van zijn verdere schoolloopbaan. De basisschool moet geen dwingende voorspellingen hoeven doen die de toekomstige leerkansen van leerlingen bepalen of die als eikpunt fungeren voor de kwaliteitsbepaling in het voortgezet onderwijs. Er wordt in het basisonderwijs onevenredig veel tijd en energie gestoken in het vroeg en precies determineren van niveauverschillen tussen leerlingen, opdat ze na de basisschool netjes gesorteerd kunnen worden naar de hokjes die het Nederlandse onderwijsstelsel hanteert. De huidige fysieke scheiding tussen VMBO, HAVO en VWO werkt niet alleen de segregatie tussen hoger en lager opgeleiden in de hand, maar voert ook de druk voor leerlingen en ouders op om al vroeg een plek op de gewenste route veilig te stellen. Die druk neemt af door de verschillende routes meer met elkaar te verbinden en daartussen meerdere overstapmomenten te creëren. Om leerlingen de ruimte te geven een onderwijsroute te vinden die past bij hun ambities en potentie, is flexibilisering van de onderbouw van het voortgezet onderwijs nodig. Daar maken leerlingen kennis met theoretische en praktijkgerichte vakken op verschillende niveaus en leerlingen met verschillende interesses en vaardigheidsniveaus gaan met elkaar naar school zonder allemaal hetzelfde programma te moeten volgen en zonder vast te zitten aan één route. En Foxklasse is een heel mooi voorbeeld wat mij betreft van zo'n school. Dank je. Emin, ik vergeet jou helemaal. Jij moet hier ook nog even komen. Emin, nou moet je naam weer gaan. Daar is geen microfoon, je mag even hier komen zitten. Ketchichi. Ketchichi, daar ga ik weer. Ik heb geoefend hè, vanavond, maar het lukt gewoon niet. Hij is VMBO en MBO-docent. En hij is ook ooit uitgeroepen in 2005 tot virtuele leerkracht. Door virtuoze... Jongen. Virtuoze leerkracht, virtuele leerkracht. Sorry, dan zou je hier niet zitten. ik heb een vraag aan Marussia. Als jij nou die Foxklasse hoort, jij zit... Op het VWO in, we hebben het er vanavond over gehad. Ik zit nu in mijn examenjaar, 6 VWO zit ik, op een kathedraal gymnasium. Dus, Jij die Foxklasse, als je dat hoort, jij daar naartoe, had jij daar graag op school gezeten? Ja, ik denk dat dat een beetje, ik kan wel over mijn eigen voorkeur gaan hebben hier, maar ik denk niet dat dat heel veel... Had jij je daar thuis gevoeld? Ik denk dat het heel erg verschilt in hoe daarnaar gekeken wordt. Ik denk dat er bijvoorbeeld mijn ouders oefenen heel veel druk uit. En vandaar dat ik op een kathedraal gymnasium zit. En dat is uiteindelijk prima afgelopen. Want ik pas prima in het onderwijssysteem wat wij op dit moment hanteren. Maar ik zie ook wel in dat voor een groot deel van de leerlingen, die passen niet in ons huidige onderwijssysteem. Die passen niet binnen de hokjes. Er werd net hier al heel veel gesproken over VMBO-basisleerlingen en VWO-leerlingen. Ja, hoe definieer je een VWO-leerling? Wat is dat? Volgens mij is geen één leerling een VWO-leerling. En volgens mij is geen één leerling een VMBO-basisleerling. Dus dat is sowieso een term waar ik heel graag van af wil. En wat we bijvoorbeeld net in het vorige panel hoorden was dubbel advies. Waarmee je dus in dit soort volksklassen, dat sluit wel redelijk op elkaar aan, lijkt me. Maar de motivatie die in onze huidige maatschappij hangt rondom het onderwijs, het is een competitie. Dat hebben we vastgesteld vanavond. Ik denk dat we daar allemaal mee eens zijn. Krijgen we dan niet zo meteen een strijd om een enkelvoudig advies? Willen we dan de ouders zo graag mogelijk van dat dubbele advies af om maar hun leerling als enige VWO-advies te krijgen en dat ze dan naar een kathedraal gymnasium kunnen, omdat ze daar dan niet in een bredere brugklas zitten? Kijk eens, mijn leerling hoeft niet naar een bredere brugklas. Mijn leerling kan in één keer naar VWO. Is dat dan niet waar we naartoe gaan? Ik denk dat dat wel een heel zorgelijke kwestie is. Ik denk dat om dit soort klassen te laten functioneren, sowieso naast de klassen die we nu hebben, want onderwijsvrijheid is iets heel moois en dat moeten we behouden. Want
als je één vast systeem hebt, daar past geen enkele leerling in. Dus we moeten het zo breed mogelijk houden om voor zoveel mogelijk leerlingen opties te houden. Dus ik vind het heel mooi dat het bij u bijvoorbeeld alleen maar klassen zijn en dat er ook andere opties zijn. Maar moet er dan niet eerst iets veranderen aan die motivatie van de maatschappij? Want als we nu kijken naar de druk die erop ligt, krijg je dan weer dat dat een volgende competitieding wordt. Oh, als ik maar niet in een bredere brugklas kom, als ik maar gelijk naar het VWO kan, want dat staat dan weer beter. Dus ik denk dat dat wel gevaar is. Ja, wel grappig. Wat is jouw reactie erop, Sander? Nou, ik vind het wel heel mooi hoe je dat zegt. Van het moet allemaal naast elkaar zitten. En dus het is goed dat het kathograal is. Ik zeg ook niet dat kathograal slecht is. Het zou heel mooi, het zou ook in de vorige panel werd er gesproken over het stelsel. Misschien moet je het stelsel niet helemaal moeten veranderen. Dat alles hetzelfde wordt. En juist die variëteit, dat erin blijft zitten. En wat jij net noemt, niet elk kind, ik kan me helemaal voorstellen, is geschikt voor Fox. Ik kan me het eigenlijk niet voorstellen als je zegt individueel begeleiding. Want dat maatwerk stond er. Mm-hmm. Dat is volgens mij de beste oplossing voor alle problematiek. Maar hoe ga je dat organiseren binnen het stelsel nu? En hoe scholen georganiseerd zijn? Snap je, als alles individuele begeleiding, als we helemaal daarop zouden zijn gericht, zouden die onderwijsniveaus eigenlijk drie keer nergens opslaan. Ja. Paul, wat Louise eigenlijk zegt is, we zouden dat voortzet onderwijsadvies veel minder vast moeten zetten. Dat moet eigenlijk, je moet daar niet op vastgepind worden. PO-advies, denk ik. Ja, het advies dat PO geeft naar het voortzet onderwijs. Is dat iets waar het voortgezet onderwijs mee zou kunnen werken? He, want we doen het nu, we delen het nu in. Maar je zegt in feite, ja, gymnasium, maar dat kan eigenlijk, het zou ook HAVO-niveau kunnen zijn. We geven de kans. Het is precies wat Marussia zegt. Het zou kunnen zijn dat je een andere richting in feite, dat ouders juist heel graag hun kinderen naar het gymnasium willen hebben en daar druk op zetten. Nou, laat ik proberen je vraag zo te beantwoorden dat ik met heel veel plezier geluisterd heb en instemming naar datgene wat Louise hier net in een minuut zei. Kijk, je moet ook een beetje redeneren hoe aantrekkelijk elementen van stelsels in andere landen ook kunnen zijn. Ik bedoel, wij hebben het nu even te doen met wat we nu hebben en soms dan jeuken je vingers omdat je denkt van ja, de analyse is wel zo breed gedeeld dat je misschien toch wat aan dat stelsel moet doen. Hè. Dus, maar goed, dat is toch. Vroeger was het S-woord een soort verboden woord. Dat is denk ik zo langzamerhand minder extreem. Dus daar kan wel over gesproken worden. Maar toch is natuurlijk toch een behoorlijke mate van behoudendheid. En dat heeft ook wel te maken met de gemiddelde prestaties die we leveren. Hè. Dus we doen het gemiddeld genomen eigenlijk heel goed. Ja, je weet wat je hebt. Je weet niet helemaal wat je krijgt. Er zijn natuurlijk wel analyses die maken dat het ongemakkelijk is met segregatie, kansongelijkheid, et cetera. Nou, dan dit punt. Kijk, waar wij het heel erg mee eens zijn. Kijk, wij gaan de recente wetgeving, na 3 jaar over die nieuwe overgang PO-VO en groep 8 leerkracht in de lead. En dan eventueel, of niet eventueel, maar nog de eindtoets daarachteraan, die gaan we evalueren. Maar dan misschien vooruitlopend even, wat hoor ik dan veel? Dat is wel, laat het wat minder zwaar zijn. Kijk, ook dat is denk ik ook zoals ouders dat ervaren. Je kind krijgt een advies. En dat is een VMBOT-advies of een gymnasiumadvies, whatever. Maar dat wordt eigenlijk niet begrepen als een advies wat gaat over het startmoment in het voortgezet onderwijs. Nee, dat wordt eigenlijk geïnterpreteerd als de voorspellende waarde van het diploma wat je over 4 of 6 jaar moet gaan halen. En dan wordt het dus heel zwaar. En wij doen dan in de sjoelbak, dus voor de gaatjes. Een aantal mensen weten nog wat sjoel is, denk ik. Nou, dat is dan PO en dan gaan ze dus door de gaatjes. En dan is dat dus dat inflexibele, zeggen wij dan wel eens. Dus in het VO, en dat is nu langzaam maar zeker gelukkig aan verandering onderhevig. Er gebeurt echt veel in het voortgezet onderwijs op dit moment. Ja, wij hebben wel eens, vorig jaar heb ik wel eens gezegd, je zou dan eigenlijk na 2 jaar nog eens moeten kijken van, zitten die leerlingen nou eigenlijk wel goed? Nou, dat is een idee. Vraag voor mij ook aan Louise, als dat mag. Zou je nu vinden dat in de onderbouw, en dat is echt wel revolutionair als je dat zou willen, dat al de leerlingen
langer bij elkaar zitten? Nou, Louise, die vraag... Daar reageer ik heel graag op, want in mijn boek zeg ik... we moeten uitkijken, zodra we het hebben over vroege selectie en differentiatie... en de problemen, wordt altijd als enige alternatief de middenschool genoemd. Ja. Dus alle leerlingen bij elkaar, allemaal nog 3 jaar lang hetzelfde onderwijs. Ik ben daar zelf helemaal geen voorstander van... omdat ik vind dat dat ook heel aanbodgestuurd is. Er zijn heel veel kinderen die zich in groep 7 of 8 doodvervelen op de basisschool... of juist extra begeleiding nodig hebben. Waarom zou je die nog een paar jaar bij elkaar zetten? Je kunt ze ook bij elkaar zetten, maar wel op eigen niveau onderwijs aanbieden. Dus waar ik heel erg voor pleit, is dat je eigenlijk niet eens na 2 jaar weer opnieuw bekijkt... maar eigenlijk permanent in die onderbouw met een leerling kijkt. Dus daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kunt het zeggen, per blok of per vak kijken, hoe ging dit? Kun je nog een stapje hoger? Wil je nog een stapje hoger? Of was het juist te pittig? Wil je wat meer theoretisch? Wil je wat meer beroepsgericht? Probeer eens verschillende vakken. Kijk eens wat bij je past. En pas eigenlijk na 3 jaar een uitstroomprofiel te kiezen. Dus ik ben er wel heel erg voor dat dat uitstroomprofiel pas met 15 definitief wordt gekozen. Maar niet dat leerlingen daar eenheidsworst die 3 jaar ervoor... Ja, maar het is, hoe kijk jij hier tegenaan, Emin, als docent op VMBO en MBO? Nou, ik zal een voorbeeld van mezelf vertellen. Ik ben wel hier geboren. En van mijn 7 tot mijn 12 was ik naar Turkije gegaan. En toen ik hier terugkwam, mijn CITO... toets die ik moest maken, telde niet. Het was gewoon puur advies, want je moet blijkbaar een x-aantal jaren hier in Nederland gewoond hebben om je CITO-score mee te tellen, naast het advies van je groep 8 docent. Ik had een HAVO-advies, maar ze zeiden tegen mij, ja, het is beter dat je gewoon aan VMBO-school gaat. Ja. Maar ik wou dus wel heel graag een leraar worden, want dat was altijd mijn passie. Dus voor mij was het al duidelijk, ik hoefde niet aan de universiteit. Het was of MBO of HBO, leraaropleiding. Ik heb daarna nog een aantal neefjes en kennis getraind op CITO-training... naarmate mijn Nederlands iets beter begon te worden. Maar ondanks dat zij HVWO scoorden, moesten ze toch nog naar het VMBO. En dat vond ik heel erg oneerlijk. Ja. En dat is uiteindelijk de reden ook voor mij een missie geworden... om voordat ik nog de leraaropleiding heb gedaan... om toch nog de gelijke kansen te geven aan... dat het niet alleen bij het advies van een groep 8 docent moet worden, maar dat heb ik ook in het boek van Louise gelezen. We moeten gewoon in het VO gewoon veel meer ruimte geven dat een student zich meer kan ontplooien. En daarom zou misschien als ik ooit, zeg maar, toen in 2004 een volksklas zou begonnen, zou het voor mij heel erg handig zijn geweest, want ik kon wel daar mijn draai in vinden. Ja. En na mijn VMBO moest ik naar het MBO eigenlijk. En mijn ouders zeiden van, nou nee, we willen je wel een HAVO-kans geven. Maar dat mocht dus niet op een reguliere school. Dus wat hebben ze gedaan? Niet dat ik super rijke ouders had. Ze hebben gewoon geld geleend. En ze hebben mij gewoon voor 12.000 euro naar Luso College voor in 1 jaar HAVO te gaan halen. En ja, ik heb dus ook Luso College gedaan. En ja, niet iedere ouders kan dat. Maar ik heb daarna wel, zeg maar, mijn toegang tot HBO gekregen. Dat is dus uiteindelijk wel... Maar herken jij jouw persoonlijke verhaal wat jij nu vertelt over dat VMBO-fiets? Kom jij dan nog tegen bij jouw leerlingen? Exact. Ik zie zoveel potentie in mijn VMBO- en MBO-leerlingen die veel meer kunnen, maar dat ze in het begin gewoon eigenlijk worden gelabeld van, ga maar gewoon naar het MBO. Op een of andere manier is er zo'n systeem die gewoon zo verkalkt is dat het eenmaal zo is. Ja, en dat vond ik mooi in het boek van Louise. Sinds 1314 lijkt het alsof we het versterkt hebben. En dat is toch wel ernstig. Door de basisschooladvies zwaarwegend te laten maken, hebben die ongelijkheid alleen maar enorm versterkt. Dus dat snap ik dan niet, hè? Nou ja, terwijl je eigenlijk, terwijl we dus wel allemaal zeggen, Sandra, hè, we zeggen dus wel ook in het voortgezet onderwijs, teacher meer in de lead. Ja. Professionele autonomie voor de mensen in het primaire proces. Ja. Nou, wat doen we nu? Ja. Dan geven we de professional in groep 8, geven we dus, die krijgt de lead om op basis van het leerlingvolgsysteem wat er is op die school. Gemiddeld genomen heb je dan 8 jaar een beetje inzichten in wat dan leerling X of Y kan. En op een of andere manier overheerst dan toch het subjectieve in dat oordeel. Want wat jij vertelt is natuurlijk stuitend. En vinden wij natuurlijk allemaal even ernstig. Ik heb hier een leraar uit het basisonderwijs die bijna van zijn stoel afstuitert. Martin Balsma, Ellen Turing School. Ik denk dat ik ongeveer 25 jaar voor de klas sta. Meestal groep 8.
En waar net iets over gezegd, dat is niet mijn ervaring. Ik heb nooit een kind een advies gegeven in de zin van dit is wat je gaat doen. Ik heb altijd gezegd, we maken nu een foto. En op basis van een heel breed overleg in school. Als leerkracht van groep 8 geef ik nooit alleen een advies. Dat doe je met heel veel verschillende mensen. Ik heb nog nooit tegen een kind gezegd van dit is VMBO-T, dus je zult een VMBO-T-diploma halen. Alleen als je hier in de realiteit van Amsterdam zit, is de kans dat je als kind met een VMBO-T-advies kan doorgroeien naar HAVO verdraaid klein. Ja. En ik begrijp heel goed dat ouders, als je ze meeneemt in het gesprek vanaf groep 6, welke kant het op gaat, dat ze denken, ja, ik ga proberen het op allerlei manieren voor elkaar te krijgen. Want ik gun elk kind elke kans. Maar als ik kijk naar de adviezen die ik geef, dan zeg ik altijd, nou ja, als je in Amsterdam een VMBO-T-leerling bent, je hebt nog even tijd nodig om te groeien. Zo één was ik er zelf. Dan kan je feitelijk in Amsterdam eigenlijk maar uit 3 scholen kiezen. En dat zijn nou net scholen die ver weg staan. En die staan niet in Zuid of in het centrum. Daar kiezen ouders over het algemeen niet voor. Dus die gaan een andere route kiezen. En dat is volgens mij het grote probleem. Het gaat er niet om dat wij als leerkrachten op de basisschool zeggen, dit is wat je kunt en dit is wat je zult halen. Nee, de mogelijkheden voor kinderen, als ze in het voortgezet onderwijs zijn, die worden door het systeem daar heel erg beperkt. En dan kan je wel heel zeggen, ja, we moeten regelmatig kijken, we moeten kinderen op niveau aanbieden. Maar dan is mijn vraag, kunnen leerkrachten in het voortgezet onderwijs wijs dat wel? Ik bedoel, wij hebben kinderen in de klas met een IQ van 62 tot 140... en dan geef je gedifferentieerd onderwijs aan elke dag. Maar als ik mijn collega's in het VO spreek, die gruwen daarvan. Dus hè, dan zou ik zeggen, weet je, geef die leerlingen nog 2 jaar bij ons. En dan zorgen wij dat het goed komt. Want ik heb er geen enkel vertrouwen in. Ja, dat leerkrachten in het VO, school in het VO, dat voor elkaar krijgen. Of überhaupt dat ze het zouden willen. Want ik denk niet eens dat scholen in het VO dat willen. Misschien moet ik het nu even voor de leraren. Misschien moet ik het nu even voor sommige leraren in het VO opnemen. Oh, wat een leuk. Want dit gaat wel echt heel generaliserend, moet ik zeggen. En dat is toch altijd een beetje gevaarlijk volgens mij. Maar ik herken wel wat je zegt. Hè? Dus ik hoor ook wel eens bij mensen in onze sector, in het PO wordt van alles en nog wat gedifferentieerd en wij leren het ze in 3 maanden af. Hè? Dat is wel, als je een beetje sombere bui hebt, je spreekt met mensen in het VO, dan krijg je dit wel te horen. Dat klopt. Dus ik ben wel met je eens dat er heel veel winst nog te boeken is als het gaat om leraren in het voortgezet onderwijs, als het gaat om differentiatievaardigheden. Hè? Absoluut mee eens. Dat vraagt natuurlijk ook een cultuuromslag. Daar kan overigens HAVO, VWO heel veel leren van het VMBO. Ja, en ook van het PO. Maar ja, weet je, je moet informele ook hiërarchie. Precies. Willen we HAVO, VWO, bovenbouw, eerste graders, willen we iets leren van het VMBO? Lastig vraagstuk. Want ik denk dat er nogal een aantal zijn die dat niet kennen. Maar daar zouden, ik denk wel dat je daar leraren op mag aanspreken. Dat is ook een vraagstuk wat wij met vakorganisatie of een beroepsgroep, een hoop gedoe over de beroepsgroep vandaag de dag. Nou, dat zou wel iets voor een beroepsgroep zijn. Vraag aan jou is, vind ik, als mag. Ja, mag. Mag, gelukkig, heel fijn. Dat is of je toch, ik ben blij wat jij zegt, hè, van ik heb nog nooit gedaan, et cetera. Maar het feit dat we pleiten voor standaardisering van het advies betekent eigenlijk indirect niet het volledige vertrouwen in een groep 8 leerkracht. Want subjectief leidt tot kansenongelijkheid. En objectief, en dat is dus niet bij de leraar, maar bij een toets, leidt tot kansengelijkheid. En dat is eigenlijk indirect een disqualificatie voor een paar van jouw collega's. Hard om te zeggen, ik zie ook liever de film en de foto. Ik zie ook liever het advies van de leerkracht van groep 8. Maar je komt er in het kader van de kansengelijkheidsdiscussie niet mee weg. Ik heb hier nog een vraag of een opmerking. Ja, nou ja, een VO-docent die heel graag wil. En dat heb ik nog niet zo ver voorbij horen komen. Misschien is het al veranderd. Wat is dan de rol van de inspectie? Want als ik met een leerling meega die bijvoorbeeld VWO in zijn mars heeft, maar liever naar de HAVO wil, omdat hij gewoon zo graag zo snel mogelijk naar de kunstacademie wil, dan krijgt mijn school een minnetje. Ja, klopt. En als wij een leerling aannemen die VMBO advies heeft, maar het heel graag wil op het VWO, maar het niet haalt, maar we hebben die kans gegeven en zien het wel, of nou, het wordt misschien toch HAVO, wij krijgen heel veel straf. Dus ik vind het ook een beetje flauw om te zeggen dat we het niet kunnen en het niet willen, als er
volgens mij nog een andere. Ja. Ik ga naar de andere kant van de zaal, want daar zit de inspectie. Ja, het spijt me, Arnold. Daar kom ik toch bij jou. Klopt. Wellicht heb je een antwoord hierop. Heel veel. Dit is voor ons heel ingewikkeld. Want wat wij willen doen, zeg maar, als wij scholen beoordelen, is kijken van geven scholen met je leerlingen de kansen die ze zouden moeten geven. He, dus als je als school leerlingen niet heel veel laat afstromen onder hun advies, zeg maar, dan vinden we dat heel positief. En als ze opstromen, vinden we dat heel positief. En als ze heel vaak blijven zitten, vinden we dat relatief negatief. Als dat zo uitpakt, dat scholen in de praktijk denken dat ze minder kansen moeten geven, dan veranderen wij meteen onze rekenmodellen. Dat hebben we afgelopen jaar een paar keer gedaan. Als we denken dat dat zo uitpakt. En als we, zeg maar, snappen van hé, zo gaat dat. En weet je, dat gaat verkeerd. Dan is het laatste wat wij willen. Hoe verander je dan je rekenmodellen? Je ter plekke? Heel ingewikkeld. Nee, dat gaat van jaar op jaar. We hebben, weet je, hoe we bijvoorbeeld met brede adviezen omgaan, hebben we vorig jaar, geloof ik, veranderd in het voortgezet onderwijs. En zo blijven we daarnaar kijken. Van hé, als dat in de praktijk verkeerd uitpakt. Als in de praktijk, dat is wat we willen, dan doen we dat. Als we denken dat per saldo het nog steeds meer leerlingen helpt dan het verkeerd gaat, dan zijn we daar heel huiverig voor. Want het is voor scholen ook wel heel makkelijk om een beetje leerlingen te laten afstromen. Als ze daar geen boetes voor krijgen, bij wijze van spreken, in onze modellen. Want dan is de kans veel groter dat ze gewoon een diploma halen. Maar achterliggend is hier de vraag, zijn die leerlingen er voor de school of is de school er voor de leerling? Dus als je heel erg naar onze modellen gaat zitten kijken en daar je beslissing op baseert, gaat er echt iets verkeerd. Dus je moet echt nadenken wat is goed voor deze leerling en daar het vertrouwen in stellen. En dan moet je ervan uit kunnen gaan dat wij als inspectie dat die kwaliteit van je school ook zien. En die kan daar met over ons in gesprek. En mijn ervaring is dat veel meer VO-scholen denken dat ze op het punt staan zwak te worden dan ze dat in de praktijk blijken te zijn. De scholen zijn veel te bang voor ons. Dus wees niet zo bang. Kom eens naar me toe. We zijn ook hele gezellige mensen. Nou. Ja. Ik wil daar graag op ingaan als leerling zijnde. Als laatste. En dan gaan we over naar het volgende. Want wat mevrouw zegt over als docent hebben wij het gevoel dat wij daaraan moeten voldoen. Ik denk dat die druk er ook heel erg heerst bij leerlingen. En dat komt omdat in het huidige systeem die leerlingen maar zo hoog mogelijk moeten. En omdat de school dat het gevoel heeft dat ze dat moeten opdringen. Hebben leerlingen ook het gevoel dat als ze afstromen dat dat dan minder is. Als leerlingen van de HAVO een mbo-opleiding willen gaan doen, dan zit daar een schooldirectie die zegt, zou je niet de hbo-opleiding gaan doen of zou je niet willen doorstromen naar het VWO? Want dat is beter voor onze cijfertjes. Als je op elke middelbare school bij mij in de regio op een open dag rondloopt, hangen daar certificaten met slagingspercentages. Er hangen geen cijfers met hoe gelukkig is hier een leerling, hoe heeft een leerling zich ontwikkeld. Nee, het gaat alleen maar om het einde doel van die leerling. En dat is ook iets wat de motivatie doet dalen bij leerlingen. En dat ligt niet alleen bij docenten, dat ligt niet alleen bij schoolleiding. Maar wat Arnold zegt, er ligt ook een hele grote rol bij de inspectie. En daar ben ik het mee eens. Maar we moeten ook heel erg kijken naar, willen we wel dat die leerlingen het idee hebben dat afstromen verkeerd is? Want is afstromen verkeerd als bijvoorbeeld een leerling heel graag naar de kunstacademie wil? Is dat dan een verkeerd iets? Is dat dan iets waar die leerling op wordt aangekeken? Op dit moment wel. Op dit moment wordt door de leerling, wordt door zijn sommige ouders wordt die daarop aangekeken. Door de schoolleiding, door de examensecretaris. Wordt allemaal geadviseerd, ga maar hoger. En het past bij jou, gaat het niet om. Het gaat om het cijfertje dat je uiteindelijk als leerling bent. Want het gaat hier niet meer om de persoonlijke leerling, maar het gaat hier om het cijfertje dat jij in het schoolsysteem bent. En voor die school ben jij dan op dat moment afstromer nummer 300 zoveel. En dat staat bij hun in een rapport. En dat willen ze liever niet laten zien op een open dag. Nou, dit is een mooie opdracht. Ja, het is een mooie afsluiting, vind ik. Ja. Ik wil graag Louise uitnodigen voor de volgende intro. En ik wil graag Sandra en Jolanda, daar heb ik hem. Jolanda Hogewind, directeur van het Calvijn College hier in Amsterdam. Een VMBO die zich in 10 jaar heeft opgewerkt van een school die iedere keer onderaan een lijstje stond en tegenwoordig een zeer succesvolle VMBO-school is in Amsterdam-West. Als jullie even willen wisselen. Dan gaat Louise nou iets voorlezen en dan ga ik daar weer zitten. We gaan
gaan het hebben over beroepsonderwijs. Beroepsonderwijs moet geen vonnis zijn voor leerlingen die niet goed genoeg worden bevonden voor algemeen vormend onderwijs. Maar een positieve keuze voor leerlingen die hebben kunnen ervaren dat dit type onderwijs het beste aansluit bij hun ambities en potentie. Als leerlingen worden gedwongen te kiezen tussen het volgen van beroepsonderwijs of perspectief om later hogerop te kunnen komen, zullen velen geneigd zijn voorrang te geven aan het laatste. Op scholen waar leerlingen beroepsgericht onderwijs kunnen volgen met voldoende perspectief op doorstroom, blijken leerlingen wel degelijk graag te kiezen voor praktijkgericht onderwijs. De route VMBO-MBO wordt aantrekkelijk wanneer goed praktijkgericht onderwijs wordt verbonden met een breed palet aan vervolgmogelijkheden op het gebied van werken, leren of een combinatie van beide. VMBO-leerlingen moeten als ieder ander hun weg zien te vinden in de geschoolde samenleving. Dat veel van deze leerlingen hun pijlen richten op het hoger onderwijs is in het licht van de onderwijsexpansie begrijpelijk. Ook deze leerlingen willen graag alles eruit halen wat erin zit. Zeker als ze het gevoel hebben dat ze meer in hun mars hebben dan bij hun overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs werd vastgesteld. Die ambitie moet serieus worden genomen en niet met roestige romantiek over vakmanschap de kop worden ingedrukt. Juist door de verbinding met andere routes open te houden en voldoende mogelijkheden te bieden voor diegenen die later nog een stapje verder zouden willen zetten, kan beroepsonderwijs een zeer aantrekkelijke route worden. Niet alleen voor leerlingen die nu worden ingeschaald op VMBO-niveau, maar juist ook voor leerlingen op HAVO- en VWO-niveau. Wat mij betreft een VMBO-school die zeer inspirerend is als het gaat om meer perspectief bieden aan zijn leerlingen, dan is dat het Calvijn College. Jolande, vertel wat jij afgelopen jaren hebt veranderd in je VMBO. Ik heb van de week echt, vanochtend echt met verbazing zitten luisteren wat in jouw school is gebeurd. Nou, als het nu ook nog maar lukt. Ja. Het is te veel om op te noemen. Dus we hebben het ook opgeschreven in een boekje. Maar daarin staat bijvoorbeeld dat wij... er was ooit de mogelijkheid om te experimenteren met een doorlopende leerlijn VMBO-MBO. En dat hebben wij heel serieus genomen. Dat heette toen VM2-route. En tot mijn afgrijzen werd dat heel vaak in het leven geroepen voor de zwakke kinderen, zoals men zei, de risicovolle groepen. En wij hebben dat ingevoerd voor al onze VMBO-basisleerlingen. Dus die zijn die route gaan volgen en die hebben zelf laten zien dat ze konden excelleren. Dus je moet het zo zien, wij doen al de eerste 2 jaren dat de leerlingen op het VMBO bij ons komen. Richten wij brede groepen in. Dus we zetten basis, kader en T2 jaar bij elkaar. Dan zijn ze een hele tijd bezig met antwoorden te vinden op de vragen. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? En vervolgens gaan ze of door naar T-HAVO soms zelfs. Of misschien praktijkonderwijs toch. Of ze gaan door met die vakmanschapsroute. En dan hebben wij het VMBO en het MBO in elkaar geschoven. En wat blijkt, ze doen er allemaal een jaar korter over. Dus niet 4 jaar VMBO, 2 jaar MBO. In ieder geval 5 jaar hebben ze hun niveau 2 diploma. En sommige leerlingen in 4 jaar, 4,5 jaar. En dat hebben die leerlingen zelf allemaal laten zien de afgelopen jaren, dat ze dat kunnen. En dat komt ook omdat wij hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. En daarmee genereer je ook vaak resultaten op hoog niveau. Je vertelde me ook dat jullie de basisberoeps hebben afgeschaft. Nou, het diploma geven we niet uit. Nee, want daar heeft niemand wat aan. Ik zou willen adviseren dat iedereen dat gewoon gaat doen. Ja, gewoon niet meer doen en dan in 1 keer door naar die startkwalificatie. En zou jij leerlingen uit HAVO en VWO op jouw school erbij willen hebben? Ja, maar dan moet je. Ik heb nu gewoon een VMBO-school. Hè, en we hebben erg veel moeite gedaan de afgelopen jaren om van een bepaald imago af te komen. Dat differentiëren, dat is overigens ook een heel kritisch succespunt bij ons op school. En daar hebben van basisschoolleraren veel geleerd. Dus differentiëren, onderwijs op maat. We hebben ook maatwerkuren. Je kunt zoveel meer dan je denkt. We laten ons echt beperken door allerlei dingen die helemaal niet hoeven. Dus wat was je vraag ook alweer? Of je VWO-leerlingen in je school zou willen hebben? Jawel, ik zou het liefst ze allemaal hebben. Ik heb nu basis, kader, T bij elkaar en dan differentiëren. En dan kan de een het sneller en beter enzovoort. Dat kan je net zo goed met HAVO-VWO erbij
ook doen. En wat ik zo jammer vind, want eigenlijk gaat dit hele boek over reproduceren van kennis. Als je dat goed kan, hè, dat waarderen we met z'n allen zo. Maar een goed mens worden en rekening houden met een ander. En je kunnen inleven in een ander. Een competentiegericht onderwijs, dat zijn toch vele malen belangrijke dingen. Ik bedoel, het is ook belangrijk om kennis te genereren en daar te kunnen analyseren en toe te kunnen passen. Maar het is zo belangrijk dat we met elkaar goede burgers zijn en deze samenleving vullen met elkaar. En dat doen we iedere dag van alles aan. En nou ja, ik denk dat die VWO-leerlingen daar een heleboel aan zouden kunnen hebben. We hebben een heel leuk filmpje gemaakt. Er was bij de première een jongen van het Berlees die zegt, ik wil bij jou op school komen, want dan leer ik tenminste wat. Want dat gaat over samen dingen leren, dat zit gewoon bij ons in het curriculum. Samen dingen leren met de omgeving, met de buurt. Vormgeven aan het onderwijs op die manier. Koken samen met buurtbewoners. Ze komen 2 keer in de week met z'n 50en. En dat doen we dan samen met de leerlingen. En die jongen die zei, ik wil dat ook ontzettend graag. Maar ja, hij heeft gymnasiumadvies. Dus... Jammer voor hem. Ja. En het hele bijlesverhaal, hebben jullie dat ingevuld? Ja, nee, dat doen we gewoon zelf. Dus ik doe helemaal mee. We krijgen gewoon bekostiging. En dat zit gewoon in dat differentiëren. Dus we hebben in die keuze werkuren kun je ook huiswerkbegeleiding krijgen. Je kan examentraining krijgen. Je kan extra Nederlands rekenen. Ieder week 1 uur van dat, wat je nog een beetje extra moet doen. En het andere keuze werkuur, dat is dan om meer te sporten. Filosofie, geluksles, koken, bewegen, dansen. Enzovoort. En dat doet iedere leerling gedurende 3 periodes per jaar. En dat doen we gewoon zelf en dat kan. En had je daar extra geld voor nodig? Nee, helemaal niet. Nee, het is gewoon hoe je het organiseert. En het kan zoveel meer, echt waar. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt, Amy. Je zit helemaal te glimmen. Ja, van zulke soort succesmomenten vind ik echt, word ik gewoon blij van. Dit zijn gewoon voorbeelden dat sky is not the limit. Ik bedoel, je hebt zoveel mogelijkheden. Paul zei het tegen mij ook van, het is zo simpel, maar dat is het ook. En wat wij gewoon nodig hebben is gewoon docenten met lef die meer durven, die meer kunnen. En die ook gewoon, als je tegenslag krijgt, dat je ook gewoon blijft, zeg maar, bij je identiteit, want ik ben docent, ik wil voor verandering zorgen. Wat mij tot succes heeft geleid binnen het mbo is, ik heb gewoon lopen netwerken. Netwerk is gewoon heel erg belangrijk. Het is niet zeg maar zo dat je als docent gebonden moet zijn aan 1 school. Ik bedoel, nu ik dit allemaal hoor, zou ik, en ik zit in het vmbo, zou ik misschien wel willen samenwerken met jou. En ik denk dat je daarvoor open staat. En dat soort dingen moeten veel meer docenten doen. Dus zouden meer Calvijncolleges over door het hele land moeten komen? Tuurlijk, maar dat is het ook. Maar het stap zetten erna is gewoon voor heel veel docenten gewoon niet zo makkelijk. Ze denken gewoon te moeilijk. Ik als mbo-docent zeg gewoon van, ga met de tijd mee. Wat wij gaan doen, ik werk zelf op het regiocollege bij Zorg en Welzijn. Dus ik geef Engels les aan tandartsassistenten, doktersassistenten, apothekersassistenten. Vacature. Huh? Vacature. Ja, nou, kijk eens. Wat, Het is geen debat, is een facturenbank. Nou, wat wij bijvoorbeeld gaan doen is, we gaan met een grote groep zorgstudenten gaan we naar Dublin. We gaan daar onderzoeken hoe duurzaam de ziekenhuizen in Dublin is. Komen we hier terug en dan gaan we gewoon naar OVG en dan gaan we zeg maar laten zien, is het OVG of Nederlandse zorginstellingen duurzaam genoeg of niet? En dat gaan ze allemaal van mbo-studenten horen die daar een onderzoek hebben gedaan. En wat krijgt een mbo-student, tweedejaars, die hebben een onderzoek gedaan, die hebben zich gewoon een excellent student zeg maar geprofileerd. Als ze stage gaan vinden of ooit een baan gaan vinden, kunnen ze dit gewoon benoemen. Ja, dit soort dingen moeten gewoon, ik doe dit gewoon en ik weet dat er meerdere docenten zijn die dit willen doen. En ik zeg van, mochten jullie ooit gewoon vraagtekens hebben, ik ben heel erg makkelijk en toegankelijk. Ik zou graag met jullie mee willen denken en mee willen, Maar wat moet er nou, jij legt het eigenlijk ook bij de docenten. Wat moet er nou veranderen om die docenten in beweging te krijgen? Ten eerste moeten ze denken van dat ze moeten ten eerste
de ene docent is gewoon tevreden. De andere docent zegt van, moet ik wel meer doen dan 9-5 lesgeven? Want er heerst bij sommige startende docenten die zeg maar al vanaf een LEO-periode, dus leraar in opleiding, ja. Worden ze meteen in diepe gegooid, moeten ze en hun scriptie schrijven en worden ze overbelast tijdens hun stages. En moeten ze nog toetsen maken, tentamens maken en nog een minor, et cetera, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment, als ze dan net klaar zijn en ze willen iets meer doen, worden ze meteen teruggefloten. Of een docent heeft een heel goed idee, die zegt van, hey, kan ik met Calvijn College in gesprek bijvoorbeeld om te kijken of wij een brug kunnen worden, MBO, VMBO. Nou, dat moet dan eerst via je teamleider en dan via je manager en via de directeur en bestuurder. En nou, dan zet je al heel veel werk en neem je heel veel hooi op je vork. En er hoeft maar iemand in deze laag te zeggen van nee, gaan we niet doen. Ja, dan brand je gewoon op een gegeven moment op. Hoe heb jij dat gedaan? Wat precies? Nou, hoe heb jij dat soort barrières geslecht? Ja, gewoon gedaan. En niet al te moeilijk doen en aanpakken en dan wel binnen de mogelijkheden. Maar we hebben ook van de inspectie gewoon onze kritische vrienden gemaakt. En dat kan heel goed. Dat is in ik weet, een heel aantal jaren geleden was nog in de brief van de inspectie stond dat wij komen bij u de onvolkomenheden opsporen. Maar dat is al lang niet meer zo. Mm-hmm. En ik heb juist heel erg veel eraan gehad. Je hebt gezamenlijk een doel. Hè. Trouwens, dat is in al deze dingen. Formuleer gezamenlijk je doel en dan kijk hoe je daar kan komen. En laat je niet weerhouden door allerlei dingen die dan de restrictie... Maar misschien, kijk, ik ken Jolande een tijdje en ik ben wel heel erg blij dat je een vereniging mag voorzitten waar dit soort mensen zoals Sandra en Jolande natuurlijk op hun eigen scholen de lef en de durf en het ondernemerschap hebben om dat te doen wat ze hier etaleren. Dus ik vind dat fantastisch. Maar het klinkt ietsje, het is natuurlijk ietsje ingewikkelder. Dat wil zeggen, jij vertelt het heel eenvoudig, dat zei ik net tegen jou. Maar jij hebt natuurlijk wel jaar in jaar uit compromisloos vanuit een heldere visie en een kant-en-klare strategie je mensen meegekregen. En degene die niet mee wilde op dat pad, nou, die moesten voor zichzelf maar de vraag stellen van, ja, wil ik hier nog blijven of niet? Maar je hebt er gewoon met een aantal directe collega's jaren aan gewerkt. En dat is een enorm compliment. Met ook een fantastisch resultaat. Dat zeg je, dat hebben we ook allemaal kunnen lezen in je boekje en in de krant, et cetera. En je zou het natuurlijk wel de sector en de onderwijsketen gunnen. Dat waar jij ook sprak over er is wat durf en er is lef en ondernemerschap nodig. Dat je dat wat meer zou zien bij leidinggevenden, bij leraren zelf. Want het is absoluut zeer terecht dat je als je zo'n vraag hebt of dat enthousiasme of die passie van jou, ja, dat gewoon allemaal zonder allerlei paraven van teamleiders en schoolleiders en directeuren zou moeten. Je zou de ruimte moeten hebben. Vandaar dat we ook vinden dat jullie meer ontwikkeltijd moet zijn voor leraren in plaats van die lestijd. Dat is echt een beweging die we met elkaar moeten maken. Opdat dit soort initiatieven van de grond komen. En zodat je in de personeelskamer ook het gesprek krijgt waarin jij met jouw ideeën de bovenliggende partij wordt. En waarin het niet kan dat een gepassioneerde jonge leraar uiteindelijk afbrandt. Want die moet daar gewoon gesteund worden door zijn teamleiders, door zijn collega's. En die moet zijn weg weten te vinden. Want maar dan die mensen hebben we nodig. Bij jou in de VO-raad, het platform waar je dit moet gaan aandragen. Nou, lieve schat, ik doe niet anders. Ik ben de hele dag bezig. Een beetje praten. Dat is als je in mijn rol nog het idee hebt dat je iets over scholen te zeggen hebt, dan word je morgen afgezet. Dus dat is het niet. Maar wij doen natuurlijk niet anders dan dit verhaal te vertellen over maatwerk, over flexibiliteit, over ruimte voor docenten, over vanuit de keten denken. Hoe kun je talenten van leerlingen beter tot hun recht laten komen? Motivatievraagstuk, wat geagendeerd is door de onderwijsinspectie 4 jaar geleden. Kansengelijkheid, wat geagendeerd is 3 jaar geleden. Dat steeds met elkaar bespreken. En als ik hier dingen hoor, naar aanleiding van het boek van Louise, denk ik, ja, het is toch eigenlijk makkelijk om een aantal veranderingen door te voeren die wat meer vanuit urgentie gerealiseerd worden dan dat we met elkaar zeggen, ja, in het onderwijs duurt het nou eenmaal altijd zo lang.
Maar ik zou er best een heel aantal dingen over kunnen vertellen, ja. Maar dan wordt het... Nee, geef een voorbeeld. Wordt het langdradig. Nou nee. Je moet in ieder geval een heel duidelijk concept hebben van je onderwijs, hoe je dat vorm wil geven. Nou, daar kan ik een heleboel over vertellen, maar dat is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk is de goede mensen op de goede plek. En essentieel daarin is dat het mensen zijn die zich kwetsbaar kunnen opstellen, die zich niet meer voelen dan een leerling, die zelfs als er incidenten zijn, durven te zeggen van, goh, ligt het misschien aan mij? Het is heel belangrijk om je hele begeleidingsstructuur daar heel consequent op in te richten. Nou, zo zou ik een heleboel andere dingen ook... En er zijn allemaal hulpmiddelen bij waarbij je dat makkelijker kan doen. Dus je moet een idee hebben, je moet een visie hebben, daar wil ik heen. Je moet geduld hebben. En dan, als je die visie hebt, dan kan je op lange termijn denken. Dus dan heb je ook wel eens een jaar dat je in de rode cijfers komt, maar je weet over 2 jaar wordt het beter. Want we doen gewoon de goede dingen. En je moet de goede dingen doen. Ik heb hier een opmerking van de OCO, Onderwijsconsumentenorganisatie in Amsterdam. Ik moet me even in een hoek zien te wurmen. Het is gewoon een vraag, hoor. Het is niet een opmerking van de hele OCO naar... Het is echt een reactie op wat hier gezegd is. Eigenlijk combinatie Paul Rozemuller, die zei een kwartiertje terug... dat advies wordt begrepen als iets voor het eind. Terwijl het is eigenlijk iets wat gaat over het begin van het vervolgonderwijs. En ik geloof dat ik Jolanda net hoorde zeggen... kan dat basisberoepsdiploma niet worden afgeschaft? Want wij pakken die leerlingen op, zetten ze samen en dan halen we er altijd meer uit. Als ik dat nou combineer, is dan niet gewoon een praktisch ding dat we te veel soorten hebben? En dat je misschien wel een uitspraak doet als basisschool, hier staat de leerling, zo lever ik hem af. En dat het helemaal geen kwaad kan om dat goed te meten. Dan weet je als VO precies waar je verder moet. Maar dat je moet ophouden met 7 soorten VO-diploma's en dat moet terugbrengen naar ongeveer 3. En welke 3 zouden dat dan zijn? Nou, Emin, heb jij daar een antwoord op? Of zit jij alleen in de VMBO, MBO? VMBO, MBO eigenlijk, ja. Ik zou zeggen 2. Je hebt maar 2 richtingen. Waar denk je dan aan? Je moet, wat wij eigenlijk doen is de basisschool verlengen. Hè, met die 2 jaar denken over wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. En dan ga je kijken, is het nou een leerling die meer die academische route... Is het een leerling die veel leert van boeken en die route en dan zo door? Of is het iemand die in de context een heel erg nodig heeft... die praktische ervaring, door ervaring te leren? Dan ga je zo je route inrichten. En op zich maakt het niks uit of dat nou voor een VWO'er geldt of voor een... VMBO, hoor. Maar die 2 routes zou je moeten inrichten, volgens mij. En dan kun je faseren in hoe lang je daarover doet en het vervolgonderwijs daarop aanpassen. Dat is Ik heb al jaren dat ik mis een bepaalde school. En heel langzaam zie je dat in Nederland ontstaan. In Rotterdam is bijvoorbeeld op dit moment een HAVO aan het ontstaan. En ik heb een soort droom dat er een scholengemeenschap zou zijn. Een technisch college vanaf VMBO tot en met gymnasium. Ja. Bedoel je, waarom zou je geen Latijn en Grieks leren als je wil sleutelen? Nou, je zegt iets heel belangrijks. Ja. Je zegt, de arbeidsmarkt moet je erbij betrekken. Dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Maar dat is ook zo heel erg belangrijk. Want daar breng je toch die jongeren naartoe. En daar zit ook vaak een gap in tegenwoordig. Dat hoor je van die ICT'ers. Die zeggen, ja, ze zijn eigenlijk niet meer opgeleid voor wat ik nu met mijn bedrijf wil. Dus... Dat is volgens mij ook een heel belangrijk, hoor. Behalve diploma is de arbeidsmarkt. Mag ik nog even reageren? Ja, mag even reageren. Ja, dan deze want over die 2 niveaus, daar krijg je natuurlijk ook wel, wat u zegt, academische vaardigheden en misschien wat meer praktische vaardigheden. Daar maak je dan natuurlijk de scheiding alleen maar groter mee. Want wat we nu op dit moment zien is dat er de academische vaardigheden worden meer gewaardeerd. Wordt in ieder geval gezien als hoger onderwijs, terwijl het eigenlijk een andere vorm van onderwijs is. Dan krijg je dus wel meer dat die waardering ook nog, dat daar een grotere kloof tussen komt. Nee, ik bedoel eigenlijk wat anders. Ik bedoel gewoon ook dat je op dat universitaire niveau meer praktische mensen krijgt. En misschien wel gekoppeld aan de arbeidsmarkt. En dat je meer mensen hebt die via die boekenwerkzaamheid en dergelijke verder gaan naar die universiteit. Maar die doorstroom is op dit moment ook al niet fantastisch tussen zoveel niveaus die blijkbaar overlap hebben. Dat zien we ook in het boek van Louise. Er zijn heel veel overlap, bijvoorbeeld tussen de beste VMBO'ers en de wat middelmatige VWO'ers. Er zit zelfs gewoon overlap op bijvoorbeeld lezen uit mijn hoofd en rekenen. Ja. Maar als je die overlap is er dus blijkbaar en die doorstroom is er nu al niet. Dus als je die overlap verder uit elkaar gaat trekken,
dan wordt die doorstroom nog minder makkelijk en krijg je nog meer dat leerlingen in hokjes worden geduwd in onze samenleving, die we juist niet willen. Want in de maatschappij is dat juist anders. Ja. Nou ja, misschien moet Louise er onderzoek naar doen en het volgende boek daarover schrijven. Deze meneer. Jawel, we maken het wel heerlijk ingewikkeld met z'n allen, nietwaar? Mevrouw van Kalfijn, hoe hoog is eigenlijk het technisch niveau van uw leerlingen? Dus loodgieters, elektriciens en zo. Hoe bedoel je hoog? Nou, hoe goed zijn ze? Want maar ik heb geen techniek. Dus helemaal niet. Dan heb ik het helemaal verkeerd begrepen. Ik heb zorg en welzijn en ik heb sport en bewegen. Ah, en dan kan kappers. Ik een opmerking maken. We moeten kappers. Natuurlijk wel met z'n allen zorgen dat de kwaliteit van onze technisch opgeleide mensen in alle niveaus zo hoog mogelijk is. En nou ja, iedereen weet zo langzamerhand dat er te veel extra bijvakken zijn en zo om dat echt voor elkaar te krijgen. Maar nou ja, ik kan het niet vragen nu. U wilt dus in feite een hoger technisch... Nee, gewoon elk beter. Maximaal. Goeie vakmensen. Ja. Eens. Ja, dat mag. Naar aanleiding van jouw opmerking over die vak HAVO. Ja, dat is een soort vak HAVO. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. Maar er zit echt een scheiding tussen ga je leerlingen smal opleiden, terwijl je weet dat in de toekomst je opgeleid, nou dat zien we nu al, je wordt ergens voor opgeleid en je gaat heel veel verschillende banen doen. Dus er zit een soort spanning in en daar zijn we nog niet uit, volgens mij. En wat ik noemde net van prototypes, je gaat iets doen en dat wordt je eerste baan. Nou, jij hebt ook wat banen gehad. Nou, gelukkig ben je onderwijzer gebleven. Maar over 10 jaar ben ik benieuwd of je nog steeds in het onderwijs zit of Absoluut. Iets anders doet. Absoluut. Hartstikke goed. Maar er zijn heel veel in de toekomstige beroepen. Is de wereld staat voor je open als je bepaalde vaardigheden hebt. En dat moeten we inzichtelijk maken welke vaardigheden je nodig hebt. Bij Silicon Valley kijken ze niet meer naar diploma's, maar wat heeft iemand gedaan? En dat is opleiding één van de dingen. Maar wat voor ervaring heb je gedaan? Hoe kan je communiceren? Hoe ben je in het netwerk, het gebruik maken? Hoe ben je in het ondernemen? Nou, dat zijn veel belangrijke zaken. Maar even nog. Louise, wil jij hierop reageren? Ik hoef jouw microfoon niet. nee, maar dat is een voorbeeld wat altijd heel inspirerend is. Maar ook, dat is maar voor bepaalde beroepen mogelijk. Om zo'n assessment in te richten waarmee je zegt, wat maakt mij nou uit wat voor opleiding je hebt gedaan? Laat maar zien wat je kan. Terwijl voor sommige beroepen is dat natuurlijk lastiger. En heb je toch een diploma nodig als representatie van bepaalde kennis en vaardigheden. Maar dan nog is het natuurlijk heel erg de vraag waarom we die nu zo hebben ingericht. En ik ben heel erg met Jolanda eens. Dat je natuurlijk kan kijken naar praktijkgericht en theoretisch op verschillende niveaus. Of dat in ieder geval niet per definitie zo is. Omdat ik heb zelf op een gymnasium gezeten. Ook allerlei leerlingen waren die pas na 3 mislukte studies erachter kwamen. Dat ze eigenlijk gewoon meubelmaker wilden worden. Maar dat nooit hadden ontdekt. Omdat ze nooit één vorm van praktijkgericht onderwijs of iets met werken met je handen hebben kunnen doen. Ja. Nou ja, de leerling van het Paleis die naar het Kalfijn wil. Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik moest nog even nadenken over de vraag die achter in de zaal werd gesteld over die overgang versus afschaffen van VMBO basis. Kijk, ik denk wel dat het voor de hele sector ontzettend en voor de leerlingen in de sector stimulerend zou kunnen zijn als je in je eigen school de startkwalificatie kunt halen op VMBO MBO 2. He, wat de HVIST heeft en wat de VWO'er heeft in het voortgezet onderwijs, heeft de VMBO'er niet. En die heeft meer niet, zeg maar zeggen. He? Dus dat zou eigenlijk wel echt winst zijn. Daar zit natuurlijk nu in het regeerakkoord zitten daar mogelijkheden. En dat betekent wel dat het mooi zou zijn als veel VMBO's ruimte nemen om ook MBO 2 aan te kunnen nemen met leraren en het allemaal goed organiseren. Dus dat is één. Twee is, Louise zei iets in haar verhaal en las ik ook vanochtend in de krant over. Ik denk dat ik heel goed begrijp wat ze bedoelt. Hè, dat roestige, ronkende, romantische beeld van het vakmanschap. Als je het alleen daarbij laat, dat is niet waar het om gaat, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd
denk ik wel dat we ook iets aan het vakmanschap kunnen en moeten doen. He, dus wat de Duitsers gedaan hebben is toch iets anders dan zoals ze het hier organiseren. In het voortgezet onderwijs heb je daar, zou ik maar zeggen, HAVO en VWO stromen waar leerlingen echt ook gewoon beroepsoriënterende vakken doen. Daar is die strakke scheiding tussen beroepsoriënterend en algemeen vormend veel meer diffuus. Bij ons staat daar een beetje een Chinese muur tussen. En die flexibiliteit zou ook helpen als we dat zou ook helpen voor de waardering van dat vakmanschap. Bij ons is het nog steeds zo, als je niet naar HAVO VWO kan, ja, nou ja, dan moet je dus. En dat wil je niet te hard zeggen, want dan wordt het weer self-fulfilling prophecy. En als je dat in één doorlopende leerlijn zou kunnen doen en een VMBO-diploma zou eigenlijk niet nodig zijn en je zou dat kunnen doen in een 5-6-jarige route, 4,5 tot 6. En je kunt dat doen met een HAVO van 5-6 jaar en een VWO van 6 jaar. Ja, dan heb je natuurlijk allemaal soort gelijke jaren in dat voortgezet onderwijs. Het is natuurlijk veel makkelijker om te flexibiliseren. He, net werd ik aangesproken door iemand die zei, ja, je zal toch maar je moeder Engels zetten, je zit op VMBO. Ja, weet je, dan kan je toch eigenlijk VWO Engels doen. Hoe goed is dat voor je zelfvertrouwen? Ja, 2 jaar, 6 jaar Engels, 4 jaar VMBO, allemaal ingewikkeld. Als je dat wat meer, dat gaat over het stelsel. Maar dat zou denk ik wel de kansen van een ieder enorm bevorderen. Jolanda? Nou, ik wou nog even zeggen dat ik zo geraakt was door iets in jouw boek. En dat ging over maantjes en zonnetjes. En dat is eigenlijk ook iets waar wij bij ons op school heel veel aandacht aan besteden. Want ik krijg allemaal maantjes binnen. Hè? En het zijn natuurlijk zonnetjes. Maar ze zijn gaan geloven ook dat het maantjes zijn. Dus Tuurlijk. Wij, met de docenten en alle mensen die er werken, zijn daar vooral ook mee bezig. En dan zie je ook dat als ze zelf gaan beseffen dat het zonnetjes zijn, dat ze ook gewoon inderdaad sneller, beter, meer, gelukkiger enzovoort. En dat is ook een hele grote opdracht, vind ik, voor ons. Ik heb hier nog een... Zou het daarbij niet helpen dat een VMBO-diploma gewoon een automatisch recht geeft voor een vervolgopleiding op een HAVO-niveau? En een HAVO-diploma automatisch recht geeft, want je hebt immers het diploma gehaald. En nu komen daar weer opnieuw allerlei eisen bij. En ik denk dat op het moment dat een VMBO-leerling de mogelijkheid heeft om naar de HAVO te gaan, dat de keus tussen MBO of HAVO ook daadwerkelijk een keus wordt en niet meer een soort verplichting of een afstroom, hè, een beperking aan mogelijkheden. Zijn we eigenlijk zo ver gekomen? Want ik heb het idee dat dat in het verleden wel zo was. Ik heb zelf 2 dochters met allebei een vriendje die echte stapelaars zijn, echte enorme doorzetters. En dan denk ik, meer tijd, waarom niet? De een is veel praktischer gericht, de andere is minder praktisch gericht, veel theoretischer gericht. Maar ze zijn allebei, de een is begonnen op VMBO kader, doet nu een HBO-studie. Maar de ander die heeft VMBO gedaan en doet nu een universitaire opleiding. Dat is een heel groot verschil, maar waarom niet? Hè? En waarom is dat automatisme, hè, waarom moet daar dan ook nog weer een cijfer aan verbonden worden? Ik denk dat dat verbreding zou brengen. Ik leg hem voor aan Paul Roosmuller. Nou, hier raak je een, denk ik, belangrijk en ook gevoelig onderwerp. Ik pak even het gevoelige er maar gelijk uit. Net ook eventjes over die doorstroom van, er was net ook een vraag over de doorstroom van VMBO-T naar de HAVO. Daar is in de sector nu een soort afspraak dat je daar 6,8 moet halen, zijn een aantal regels voor. Nou, de Kamer heeft gezegd, die doorstroom moet automatisch zijn. Nou, oké, hebben we gezegd, dan gaan we dat natuurlijk doen als de Kamer dat zegt. Dat is het probleem niet zozeer. En dan moeten we natuurlijk ook, dat was hier net ook even in het gesprek, dacht met Arnold of... Maar eerder in ieder geval vanavond, dan moet er daar natuurlijk ook wel, dan moet je ook het curriculum goed op elkaar aansluiten. Dan moet je ook zorgen dat het VMBO geen 6 vakken heeft en de HAVO 7. Want ja, als je dan in jaar 4 die overstap maakt, dan mis je al gewoon dat 7e vak. Hè. Dat is een recept voor een mislukking. Ik wil wel graag zeggen dat mijn ervaring, ik ben zelf ook docent. Ik werk op een HAVO-VWO-school. Mijn ervaring is dat leerlingen die al een keer examen hebben gedaan, het uitstekend doen. Dat zijn ontzettende harde werkers. Ja, nou ja, er zijn ook cijfers. Hè? Dus, en ik wil hier niet van wel eens en niet eens, want nogmaals, ik zeg, het is een gevoelig en lastig onderwerp. Dus ik
Uw ervaring is die, neem ik natuurlijk zonder meer aan. Lang niet iedereen doet het even goed, die overstap van VMBO-T of de MAVO naar de HAVO. 4 HAVO is gemiddeld genomen niet de makkelijkste klas in het voortgezet onderwijs, om het maar eufemistisch uit te drukken. Geef dat dan, dat ze daar blijven zitten. Nou ja, kijk, als je zegt van nou, het maakt allemaal niet uit, blijf maar een keer zitten. Kijk, natuurlijk. Nee, dat zeg ik niet, maar is het heel erg dat dat dan gebeurt? Want dat is in feite de reden geweest waarom we aangedraaid zijn. Kijk, als je zegt van is het erg als een aantal leerlingen blijven zitten? Nee. Als een te groot aantal leerlingen blijft zitten, dan doen we iets niet goed, want dan is die overstap niet goed. Want het idee van een overstap is wel dat je hem in principe maakt. Doet de school iets niet goed? Ja, maar je zou helemaal niet meer moeten blijven zitten. Moeten we toch ook mee op? Nou ja, oké, dat is nog iets. Je moet het op je eigen tempo doen. Het dilemma is een beetje, hè, dus als je die voorwaarden goed regelt, zeggen we, nou, dan gaat die doorstroom plaatsvinden naar de HAVO. Dan biedt dat kansen, hartstikke goed. De vraag die daar vanuit onze vrienden van het MBO ook wel naastgelegd wordt, dat is, redenerend ook vanuit opwaartse druk en wat is nou in maatschappelijke termen het beste, als je dat dan helemaal openzet, hè, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, nou, dan hoop ik niet dat het straks zo gaat uitpakken dat we over 5 jaar of 10 jaar hier een bijeenkomst hebben en zeggen, ja, weet je nog, toen in 2018, toen ging die poort helemaal open. En wat we niet wilden, maar toch gebeurde, dat is dat de druk van ouders van die VMBO-T-leerlingen zo groot waren dat ze niet meer naar het MBO gaan. Dat is uitgehold. Die unieke beroepsroute die wij hebben, die is nu op sterven na dood. En een groot deel is, ik chargeer natuurlijk, naar de HAVO gegaan met de best denkbare bedoelingen. Maar het is toch niet of onvoldoende gelukt. Nou, ik hoop niet dat dat de situatie is. Ik weet het niet. Maar daar zullen we denk ik wel goed naar moeten kijken. Laatste opmerking. Op het moment dat een ouder zijn kind denkt, dit kind moet eigenlijk eerst naar het VMBO. Op het moment dat je weet dat de mogelijkheid er gewoon is dat je kind met een VMBO-diploma naar de HAVO kan, waarom zou die dan niet VMBO doen? Maar nou, dus ik denk dat er veel meer rust zou kunnen zijn. Er zijn heel veel ouders die op goede gronden, kijkend naar hun talenten, met hun zoon of dochter spreken aan het eind van de MAVO en zeggen, is de MBO-route wat voor jou of is de HAVO-route wat voor jou? Daar zijn er een heleboel. En je kijkt uiteindelijk, en elke ouder zou moeten willen dat zijn kind meest gelukkig is en kijkt naar wat bij hem of haar past. Maar er zijn ook ouders, helaas, er zijn ook ouders die liever op welk clubje dan ook vertellen dat hun kind op de HAVO zit dan op het MBO. Ik bedoel, dat is ook een deel van de werkelijkheid. Ja, maar wat mevrouw heel net zegt is, bij ons op school wordt er veel gedaan aan wat kan ik en wat wil ik. En dat is natuurlijk ook iets waar we naartoe moeten. Want we hebben het hier weer heel makkelijk over, ouders willen dat hun kind naar dat niveau gaat. Volgens mij ging het onderwijs om het kind zelf en niet om de ouders. En niet om het prestige wat ouders daarmee kunnen behalen. Als ze op hun clubje even kunnen zeggen op welk niveau hun kind zit. Maar dat ze kunnen zeggen, mijn kind is gelukkig, mijn kind doet wat hij goed kan. Mijn kind haalt het beste uit zichzelf. En voor sommige leerlingen zal het beste uit zichzelf halen een mbo-opleiding zijn. En daarna gelijk lekker aan de slag en daarin groeien. En voor sommige leerlingen zal het beste zijn om te stapelen, om door te stromen. En ons onderwijs moet erop gericht worden dat we voor de leerling uitzoeken, samen met die leerling, samen met de ouders, samen met de docenten, wat wil deze leerling, wat kan deze leerling en hoe kunnen wij ons onderwijs daarop inrichten. En ons onderwijs moet dan mogelijk maken dat dat kind optimaal kan functioneren in ons onderwijs. Dat lijkt mij een mooi einde. Ik wil iedereen heel erg bedanken die hier is gekomen. Het was een volle avond. We hebben een flink programma achter de rug. Het boek kan straks beneden in de hal ook gekocht worden. En ik sluit hierbij af. En wellicht tot ziens in de Zwijger bij de volgende onderwijsdebat. Dank u wel.